Goed, heel hartelijk welkom nogmaals. Mijn naam is Juri Albrecht. U bent van harte welkom hier in de Bali. En goed dat u er in zo grote getale ook bent. Want wij staan vanavond op 14 december stil bij het werk van Gerard Reve. 100 jaar na zijn geboortedatum. Eigenlijk 100 jaar en één dag. Want zijn geboortedag is één dag eerder. Maar de 13e is zo'n ongeluksgetal. Daar moet je maar niet aan houden. De impact op de Nederlandse letteren en de Nederlandse samenleving is natuurlijk groot van het werk van Reve. En wij zijn blij dat we daar vanavond met een heel goed gezelschap bij stil kunnen staan. We zijn hier in de Bali in een voormalig kantongerecht. Velen van u weten dat misschien wel, maar deze ruimte was vroeger dus een rechtszaal. Een gepaste plek leek ons om te luisteren naar een van de hoogtepunten uit het werk van Reve. Zijn pleitrede voor het Hof. We zijn dan ook heel blij dat Hugo Koolschijn met dit idee bij ons kwam aanzetten om dit pleidooi voor te dragen en niet een stukje, maar het geheel. Na afloop ga ik in gesprek over de relevantie en de actualiteit natuurlijk van deze tekst. Dat doe ik met schrijvers Christine Hemmerrechts en Christian Weitz. En Christian Weitz, schrijver en auteur voor onder andere De Groene Amsterdammer en het NRC Handelsblad, gaat voordat we naar Hugo gaan luisteren het pleidooi ook kort voor u inleiden, om uw geheugen misschien een beetje op te frissen. Waar waren we toen? Hè? Dus wat was er aan de hand op dat moment? Dus heel graag het woord aan Christian en een hartelijk applaus voor Christian Weitz. Ja, bedankt. Ik zou willen zeggen, eigenlijk is het ontzettend jammer dat er niet meer auteurs zijn die vervolgd worden voor wat ze hebben geschreven. Want dan zouden we namelijk nog veel meer van dit soort teksten hebben. Zoals de pleitrede waarvoor we hier bij elkaar zijn. Teksten waarin auteurs gedwongen worden om hun diepste beweegredenen en opvattingen zo overtuigend mogelijk op schrift te stellen. We gaan straks stappen we in een tijdscapsule en die brengt ons naar het jaar 1967. En dan kunnen we daar gewoon aankomen, maar het is ook aardig om even te schetsen welke wereld het is waar wij precies gaan aankomen. En hoe doe je dat? Nou, Gerard Reve, die weet wel hoe je een wereld neerzet. Die heeft het over een aantal schrijfprincipes, waarvan de eerste luidt de noodzaak van weder en wind. We gaan naar dinsdag 17 oktober 1967. Dat was een zwaar bewolkte dag. Een gemiddelde temperatuur van 13,1 graden Celsius. Er viel 4,3 millimeter neerslag. Kortom, het weer van alle mensen. Gerard Cornelis van het Reve, de held van deze geschiedenis, komt aan op de Prinsengracht bij het Paleis van Justitie. En dat is hier precies 350 meter vandaan. En deze dag zal het sluitstuk zijn, de apotheose van een slepende kwestie die bijna 3 jaar eerder begonnen is. Die begon namelijk in 1965, januari 65, verschijnt het eerste nummer van het tijdschrift Dialoog, tijdschrift voor homofilie en maatschappij, opgericht door het COC. En dat was in die zin revolutionair dat als je voor die tijd over homoseksualiteit publiceerde, dan deed je dat altijd pseudoniem. Maar hier schreven mensen onder hun eigen naam, zo ook Gerard Cornelis van het Reve. Die schreef hierin de bijdrage Brief aan mijn bank, waarin de volgende passage voorkomt. Als God zich opnieuw in levende stof gevangen geeft, zou hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld. Maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan. Maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, zodat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen. Nou ja, helaas kwam dit tijdschrift ook in handen van een SGP-kamerlid, meneer ingenieur Cor van Dis. En deze van Dis vraagt het kabinet om maatregelen te nemen tegen deze uitlatingen. Want die waren godslastelijk, immoreel, bestiaal en zelfs satanisch. Van Dis beriep zich daarbij op het wetsartikel op godslastering. Dat is een artikel dat in 1932 ingesteld is. Artikel 100,
47 sub E, smalende godslastering. En dat artikel uit 1932 is nog maar heel recent in 2014 uit het wetboek geschrapt. Heel veel werd het ook niet meer gebruikt. Al is er in Nederland nog één levende persoon die een veroordeling heeft voor smalende godslastering. En die persoon, dat is Abraham de Zwaan, de socioloog. Want die publiceerde eveneens in 1965 in Propria Curis een interview met ene J. van Nazareth. En die kreeg een boete, 100 gulden. Want dat exemplaar van dat blad, Propria Curis, belandde ook ergens in Zeeland. En daar waren ze er niet blij mee. SGP'er Cor van Dis, die had dus eigenlijk zo'nzelfde behandeling voor, in gedachten voor die bestiale satanist Gerard Cornelis van het Reven. Deze van Dis had trouwens sowieso niet zoveel op met homoseksuelen, want in Vrij Nederland had hij een interview met Bibeb. December 65 zitten we dan, alweer bijna een jaar later. Daar heeft hij het over homoseksuelen. En zei, ja, die homoseksuelen die kunnen niet in God geloven, want die komen allemaal in de hel, waar ze hun tongen zullen kauwen van pijn, in gezelschap van de duivel, gescheiden van God. Ja, zo'n soort figuur dus. Dat was dus het klimaat in de aanloop naar het ezelsproces. En dan begin 1966, dan begint die zaak pas echt te lopen. Eind februari wordt Reven thuis in Greonterp, Friesland. Krijgt hij een politiebrigadier over de vloer, die komt hem verhoren. En daar krijgt hij ook te horen van, ja, maar de kans is heel groot dat bij jouw zaak hetzelfde gebeurt als bij die van Dis. Namelijk dat justitie zegt, we seponeren de boel, we gaan niet tot vervolging over. En dat was voor Reven aanleiding om nog diezelfde dag naar de officier te schrijven dat hij toch maar liever had dat het wel vervolgd zou worden. En die brief die ligt bij het Literatuurmuseum in Den Haag, mooi met vulpen geschreven. Ik zal een stukje uit laten horen. Dan krijg je ook een inzicht in hoe hij erin stond. 28 februari 1966. Van tijd tot tijd word ik, naar aanleiding van mijn werk, van godslastering beschuldigd. Ik zou deze aantijgingen, die volstrekt uit de lucht gegrepen zijn, naast mij neer kunnen leggen, waren het niet dat zij mij in mijn nering schaden. Christelijke scholen annuleren op het laatste moment een door mij te houden lezing. Gereformeerde boekhandelaars weigeren mijn boeken in voorraad te nemen. En genoemde laster berooft mij in een land waar men de godsdienst zo ernstig neemt van een boekenmarkt van 3 à 4 miljoen kopers. Ik wilde u daarom dringend verzoeken om, indien u dit ook maar enigszins mogelijk acht, rechtsgang te verlenen, opdat ik door een gerechtelijk vonnis ondubbelzinnig worden gerehabiliteerd. Goed, hoe gaat het dan verder? Dit was februari 66, dan komt maart 66, verschijnt nader tot u met opnieuw een passage over God als ezel. Slaan we even over. Op 27 juni 66 treedt Reven toe tot de katholieke kerk. En in het najaar is er dan eindelijk de eerste rechtszaak waarbij Reven zich laat verdedigen door een advocaat en zelf voert hij het slotwoord. De uitspraak volgt op 3 november 1966 en die luidt: de rechtbank acht Reven schuldig aan godslastering, maar vindt die niet smalend. En dat artikel ging om smalende godslastering. De schrijver wordt dus ontslagen van rechtsvervolging. Nou, dat was een half zacht vonnis waar Reven geen genoeg mee nam. En hij ging overigens net als justitie in hoger beroep. En dat komt er bijna een compleet jaar later. En dat is waar we nu staan, 17 oktober 1967, het gerechtshof. En anders dan bij het eerste proces voert hij nu zijn eigen verdediging. En daar gaan we straks naar luisteren. Dat zal ongeveer een klein uur in beslag nemen. Op 3/4 is er een korte adempauze van een paar minuten. Dat betekent niet dat we de zitting schorsen, maar dan kan Hugo Kolschijn even op adem komen. Dat u niet denkt, hij is erin gebleven. Het gaat nog verder. Verder komen er woorden in voor die misschien schokkend voor u zijn. Maar daar kunt u tegen. Maar er komen ook woorden in voor die moeilijk zijn. Daar bent u intelligent genoeg voor. Alleen, er is ook een uitzondering. Het gaat ook, in één geval is een wat ingewikkeld juridisch begrip. En daar gaat het over het toetsingsrecht. En mij is gevraagd, kun je dat nog even uitleggen wat toetsingsrecht is? Ik ben geen jurist, maar ik weet wel dat het toetsingsrecht, dat is het recht dat de rechtelijke macht toekomt om wetten
van een lagere regelgeving, bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap, te toetsen aan hogere orders, zoals grondwet of internationaal verdrag. Dat is toetsingsrecht. Andere landen, daar hebben rechters soms dat toetsingsrecht, maar in Nederland niet. De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. Nou, dat moet u even onthouden. U krijgt na afloop daar misschien vragen over, studiepunten voor, als je het goed weet te beantwoorden. Maar goed, dus die rechter treedt niet in die toetsingsrecht. Dat is nu niet en dat was toen ook niet. Ook niet in het jaar 1967, waar onze tijdmachine heen gaat. Toch denk ik dat we ook in gedachten moeten houden dat zo'n heropvoering van die pleitrede veel meer is dan alleen een verjaardagscadeau voor de 100-jarige Reve. Het is meer dan nostalgie. Het is een verhaal dat ook nu ons iets te zeggen heeft. Reve zelf merkt daarover op. Deze zaak echter, klein en min of meer lachwekkend als zij mogen schijnen, is van principieel belang voor de toekomst van de traditionele burgerlijke vrijheden. En die toekomst, dat zijn wij hier. En daarom is het goed dat we na afloop dus inderdaad erover in gesprek gaan. Waar kunnen we als publieke tribune 56 jaar later nou nog op letten? Ik heb tijdens het beluisteren voor jullie drie suggesties. 1, stel je nou eens voor, ik denk als je wil weten het klimaat toen, godslastering, wat betekent dat? Als je die uitspraken iets van zijn oorspronkelijke heftigheid terug wil geven, dan zou je in gedachten steeds als het over God gaat in jezelf het woordje Allah moeten invullen. En Allah zelf zou bij mij langskomen in de gedaante van een 1-jarige muisgrijze ezel. Dat als gedachteoefening. De tweede vraag die je kunt stellen, is Reve nou oprecht? Die werd ook al gesteld, was die nou oprecht in het toetreden tot die katholieke kerk? Of deed hij dat alleen maar omdat hij wel aanvoerde van, hé, ik heb die strafzaak aan mijn broek hangen. En het geeft aandacht. De derde punt om echt op te letten, dat is Reve heeft op deze tekst maanden en maanden geploeterd. En 1966, wat mij betreft, is hij dan op de toppen van zijn kunnen. En in deze tekst zit eigenlijk alles wat je over wilt weten over Reve zit in deze tekst. De seksualiteit, het geloof, de ironie, die literaire vorm, de stijl, de humor. Dus eigenlijk kun je ook de vraag stellen, moeten we die van Dis misschien niet heel erg dankbaar zijn? Goed, hoe loopt het af? Dat is het tweede Reveaanse schrijfprincipe, het verbod op het onverwachte. Daarom verklap ik alvast hoe het uitpakt. Reve wordt vrijgesproken en in april 68 bevestigt zelfs de Hoge Raad deze uitspraak. Maar zouden wij daar nu nog steeds zo over denken? Dat is ook interessant om je af te vragen. We gaan een tijdsreis maken. Misschien bevindt u zich ook wel in de rol van een publieksjury. Dat kennen we in Nederland niet. We hebben geen juryrechtspraak, maar we kennen wel een lange traditie in Nederland dat iedereen overal een mening over heeft en die mening heel graag verkondigt. En dat wij dat vrij en ongecensureerd kunnen doen, danken wij dat uiteindelijk ook niet mede aan Gerard Reve. Dames en heren van de jury, het woord is aan de verdachte. Meneer de president, edelgrootachtbare heren. Tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 3 november 1966 ben ik bij uw college in beroep gegaan omdat dit vonnis, ondanks zijn conclusie tot ontslag van alle rechtsvervolging, mij van het ten laste gelegde niet vrijpleit in de mate waarop ik meen recht te hebben. Dit vonnis dat ik bepaald geen juridisch meesterstuk kan vinden. De argumentatie ervan leidt immers eerder tot vrijspraak dan tot ontslag van rechtsvervolging, aangezien niet de kennelijke afwezigheid van smaling, maar de onbewijsbaarheid ervan wordt aangenomen. Het heeft mij vooral diep teleurgesteld omdat het de kern van de beschuldiging, godslastering, bewezen verklaart. Dit vonnis dat mij geen eerherstel geeft, maar eigenlijk afscheept met een nietszeggende uitspraak, is dan ook door de ultrarechtse reformatorische orthodoxie in haar verkiezingscampagne tegen mij in het veld gebracht.
Het verloop van de rechtszitting had me echter al kunnen beseffen dat ik niet veel beters mocht verwachten. Ik sta waarlijk niet alleen in mijn mening volgens welke de behandeling van deze zaak voor de rechtbank beneden een minimaal te eisen niveau is gebleven. Het waren onredelijk van mensen die in één bepaald vak hoog gespecialiseerd zijn een even gespecialiseerde kennis op elk willekeurig ander gebied te eisen. Maar ik had toch een meer genuanceerde, een rijpere en een volwassener afdoening van de zaak verwacht dan de welke haar ten deel is gevallen. Ik acht mij nergens tekort gedaan in de rechten en vrijheden waarop een verdachte aanspraak mag maken. Nog behoef ik te twijfelen aan de onbevooroordeeldheid van de rechtbank ten aanzien van mijn werk of persoon. Maar ik ben werkelijk niet de enige die iets wat verbijsterd was door de onwetendheid van zowel aanklager als rechters betreffende zaken die toch niet buiten de grenzen vallen van wat men in advertenties voor schriftelijke cursussen algemene ontwikkeling noemt. Van de vele voorbeelden wil ik slechts noemen het duidelijke afgrijzen waarmede een lid van de rechtbank mij de vraag stelde of ik het aan God toedichten van seksualiteit iets gewoons en fatsoenlijks achtte. De vraag van de president aan de getuigendeskundige of zijn werkelijke tastbare paring van een mens met een echt dier al dan niet moreel verwerpelijk achten. Terwijl toch zulk een paring nergens in mijn veelgelezen boeken voorkomt, ik die nimmer volvoerd heb, nog daartoe het plan of verlangen zou hebben. En bedoel de vraag redelijkerwijs slechts ongeveer had mogen luiden: acht u het door verdachte in geschriften uiten van de in de dagvaarding onderstreepte teksten waarin verdachte een religieuze voorstelling ontvouwt, waarin hij seksuele intimiteit heeft met een als ezel geïncarneerde godheid, smalende godslastering op voor godsdienstige gevoelens, krenkende wijze in de zin der wet. Ik stond en sta immers niet terecht op beschuldiging van seksueel verkeer met enig dier, maar wegens het publiceren van twee teksten van mythische aard waarin de godheid als dier geïncarneerd een seksuele rol vervult en welke teksten een aantal mensen over wie ik het nog zal hebben niet naar zin en genoegen zijn. De verwisseling van het een met het ander is menselijk, maar vooral Nederlands. Men moet in onze gezellige moerasdelta, waar men nu eenmaal nog nooit ergens van gehoord heeft. De Duitse dichter Heinrich Heine schrijft: als het einde der wereld gekomen is, ga ik naar Holland, want daar gebeurt alles 50 jaar later. Nog steeds even voorzichtig zijn als in het oude Duitsland, waar de censor een vertaling van Dantes Divina Commedia, die göttliche Komödie, verbood met de annotatie: man soll mit göttlichen Sachen keine Komödie treiben. Zoals gezegd, men heeft hier zelden ergens van gehoord, maar men doet bovendien al heel weinig moeite om ooit ergens iets van te horen. Want gedurende de bijna 8 uren durende zitting heeft nog de officier, nog een lid der rechtbank mij ook maar eenmaal een vraag gesteld als: wat betekenen die teksten volgens u precies? Welke functie kent u ze toe? Welk literair dan wel buitenliterair effect poogt u ermee te bereiken? In welke verhouding staan zij tot het geheel van uw werk? Vertolken deze teksten een concrete lichamelijke begeerte of zijn het misschien uitingen van een speelse zucht naar bizariteit? Hebt u in deze teksten naar uw eigen oordeel religieuze gevoelens serieus verwoord? Of hebt u in de eerste plaats zulke gevoelens willen relativeren of bespotten? Natuurlijk had ik in deze ter zitting het initiatief kunnen nemen, maar behalve om praktische redenen heb ik om principiëlere redenen hiertoe niet kunnen besluiten. Een afdoende exegese van de onderhavige teksten zou onmogelijk zijn zonder een uiteenzetting over mijn godsbegrip. En wat dit laatste betreft gevoelde ik aarzeling. Er bestaat namelijk naast zoiets als een lichamelijke onkuisheid ook zoiets als een religieuze onkuisheid. Het begrip is niet van mij, maar van wijlen professor H.C. Rümke, die even stuitend is als de lijfelijke. Ik doel op de onkuisheid van die mensen die nimmer aflaten te berichten hoe groots en verlossend toch wel hun buitengewoon juiste geloof is. Hoe uitzonderlijk goed hun God, die hen dagelijks in alles gratis van advies dient, het nu juist met hen meent, die precies weten wie gered wordt en wie niet, en die mij opbellen om mij te melden
dat ik, mits ik mijn beestachtige zondigheid zou kunnen loslaten, de heerlijkheid deelachtig kan worden die de hunne is, omdat zij de zoon hebben. Het laatste woord is bepaald tekenend. En die mij bijvoorbeeld een evangelisatieblaadje toesturen met een pijl naar de naar buiten gevouwen kop van een artikel dat getiteld is: Gangster werd getuige van Christus. Mijn diepe afkeer van dit onkuise complex van aanmatiging, waarheidswaan en fanatisme heeft mij steeds weerhouden over mijn religieuze gevoelens, voorstellingen en gedachten, ongevraagd in bijzonderheden te treden. Ik acht het thans echter onvermijdelijk dat ik althans iets mededeel aangaande mijn godsidee, waarbij ik mij zou willen beperken tot in deze zaak relevante. De bewering van bijvoorbeeld de officier dat het hier om een uitsluitend juridische kwestie zou gaan is een onhoudbare spitsvondigheid. Zeker, uiteindelijk moeten juridische overwegingen het door u te vellen vonnis schragen. Maar het ware dwaasheid vol te houden dat een oordeel over deze teksten mogelijk zou zijn zonder dat daarbij aan overwegingen van literaire esthetiek en kennis der godsdienstgeschiedenis enig gewicht zou moeten worden toegekend. Maar zelfs indien u, edelgrootachtbaar college, van mening mocht zijn dat het hierna volgende deel van mijn betoog niet relevant zou zijn wat betreft het vormen van een oordeel over de vraag naar de strafbaarheid der uitlatingen, dan toch acht ik het onontbeerlijk dat u er kennis van neemt, omdat het u in ieder geval een dieper inzicht kan verschaffen in de motieven van de verdachte. Geen uwer, en ik wel even min, is theoloog, maar wel zijn wij wat daarvan vrijwel het synoniem is, namelijk Nederlanders. Er is echter in het geheel geen gespecialiseerde theologische kennis nodig om tot inzicht te geraken in het conflict dat aan deze strafzaak ten grondslag ligt. Van de aanvang van deze zaak af ben ik de overtuiging toegedaan geweest, die ik ook thans onveranderd staande wens te houden, dat het conflict er één is tussen twee godsbegrippen. Dat van de immanente en dat van de immanente God. Alle narigheid komt hieruit voort dat God voor mij niet is de gans andere, de immanente, maar het meest eigene, dat wil zeggen de immanente. Mijn God is kennelijk niet de God van Nederland, of zoals onze grote schrijver Nesquio hem in zijn onsterfelijke verhaal Dichtertje noemt, de God van je tante die zei dat je moest groeten als je langs het huis van je baas kwam, ook al zag je niemand, je kon nooit weten wie het zag. Ik bezit geen statisch godsbeeld, maar als ik van God een definitie zou moeten geven, dan zou die thans luiden: God is het diepst verborgene, meest weerloze, allerwezenlijkste en onveranderlijkste, onvergankelijkste in onszelf. Korter en beter door iemand anders geformuleerd ten aanhoren van dat onuitroeibare slaglieder dat altijd wil weten of het Koninkrijk Gods een absolute dan wel een constitutioneel parlementaire monarchie zal zijn: het Koninkrijk Gods is binnen in u. Alles wat ik in mijn werk te berde breng is op dit godsbegrip gegrondvest. Wat het waard is, weet ik niet. Ik weet alleen dat het voor mij het enig mogelijke is. En ik vermag niet in te zien waarom dit godsbeeld minder recht op expressie zou hebben dan dat van bijvoorbeeld de immanente God der wraken die mensen tot het bedrijven van zonde predestineert om ze vervolgens voor deze zonde voor eeuwig te verdoemen. Mijn godsbegrip wordt tegenover dat van de God van Nederland en van je tante gesteld, wel voor hoogmoedig, infantiel of primitief gehouden. Vermoedelijk is het dat alle drie. Maar ik acht de opvatting volgens welke een immanent godsbeeld wel, maar een immanent godsbeeld niet of minder antropomorf mensgelijk zou zijn, een illusie. Zoals in de kunst het bezeten nastreven van de zogenaamd tijdloze vorm nu juist een zeer tijdgebonden streven is, zo ook blijft het beeld van God die men zo onbereikbaar ver als maar mogelijk is laat heersen
en die men van zoveel mogelijk als oneerbaar beschouwde menselijke eigenschappen ontdoet, een bij uitstek antropomorf godsbeeld. En trouwens, met welk recht toch zouden wij God attributen van ons bestaan als liefdesverlangens, eenzaamheid, angst en lijden bij voorbaat mogen ontzeggen? Mijn immanent godsbegrip, zoals dat in mijn werk tot uiting komt, berust op het besef van een wezensidentiteit van God en mens. De idee dat God en mens in oorsprong, wezen en toekomst één zijn, vindt men weliswaar iets wat afgezwakt van de gnosis overgenomen in het christendom en verder in vrijwel alle wereldgodsdiensten terug. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, dat wil zeggen niet in diepste wezen verschillend. God en zijn schepping zijn één. Want niet alleen wij mensen, maar al het bestaande is naar zijn beeld geschapen. En zelfs de in de duisternis smartelijk geketende tweelingbroeder van Christus, de Satan, is waarlijk God, die zichzelf om redenen die ons verstand te boven gaan weerstreeft. Ik zou thans op de beide gevraagde en een klein aantal andere uit mijn werk gekozen citaten een exegese willen beproeven, waarin het mij mogen gelukken aan te tonen dat deze teksten met provoceren of qua jongensachtigheid, zoals de officier veronderstelde, niets van doen hebben, maar min of meer voor de hand liggende literaire vertolkingen zijn van mijn godsbegrip. Maar alvorens ik dit wil doen, moet ik heel in het kort iets zeggen over die beschuldiging van provocerend en qua jongensachtige schrijf die nogal eens geuit wordt en waarbij men mij niet zelden meteen maar een overvloedige beziging van schuttingwoorden verwijt. Bedoelde beschuldigingen hebben weliswaar niet rechtstreeks met de telastenlegging te maken, maar zouden toch de visie op mijn werk als geheel kunnen vertroebelen. Zoals geen componist een bepaalde noot of een bepaald akkoord bij voorbaat zal uitsluiten en zo min als een schilder een bepaalde kleur uit beginsel van zijn palet zal weren, zo min verwerpt de schrijver die zijn naam waardig is bij voorbaat enig woord. Waar het om gaat is de vraag of de aanwezigheid van de noot, het akkoord, de kleur of het woord in het werkstuk van de kunstenaar vereist is. Aldus sluit ik in beginsel geen enkel woord, ook geen schuttingwoord uit. Maar de uit een treurig geuite bewering, zoals bijvoorbeeld die van professor Dr. G.A. Lindeboom in zijn uiterst behartenswaardige boekje God en Ezel van het Revus Ezelgod in het oordeel van enige gereformeerde theologen, volgens wie ik een royaal gebruik van schuttingwoorden zou maken en mijn jongste boek een met schuttingwoorden doorspekt werk zou zijn, is aantoonbaar onwaar. In nader tot u komen bij een omvang van 158 pagina's vier, misschien vijf schuttingwoorden voor, al naar gelang men het door kunstbroeder Simon Kornmichelt voor het eerst in een dagbladkolom gebezigde en daardoor gelegaliseerde woord lul al dan niet als schuttingwoord wil rubriceren. Deze op niets steunende bewering van ondergeschikt belang als zij mogen schijnen is niettemin kenmerkend voor het niveau van de domme hetze die tegen mijn werk en persoon wordt gevoerd. Maar thans de tekstuitleg die ik u toezegde. Op bladzij 63 van Op weg naar het einde staat: God is erg eenzaam. Misschien wordt nergens elders in mijn gehele werk met zo weinig woorden mijn godsbegrip zo bijna volledig verwoord. De gedachte die aan de uitspraak God is erg eenzaam ten grondslag ligt, de idee van een liefdesleed en verlatenheid kennende en ondanks zijn almacht van de liefde zijner schepselen afhankelijke God, duikt telkens weer in mijn werk op, inzonderheid in de verzameling gedichten waarmee nader tot u sluit de geestelijke liederen. Mijn tegenstanders hebben mij dikwijls verwijtend voorgehouden dat ik mijzelf in mijn godsvoorstelling projecteer. Doen zij iets anders? En kan men ooit iets anders doen? Het verwijt doet denken aan het afgunstige oordeel van de kunstcriticus die in een recensie op het jongste boek weer weet te vertellen, behalve natuurlijk dat het een nihilistisch werkje is,
waarvan een levensvijandige visie uitgaat en waarin weer geen normaal mens voorkomt, dat je jezelf herhaalt. Ik vraag me af hoe ik een ander zou moeten herhalen. Mijn tegenstanders, de aanbidders van de God van Nederland, hebben nu eenmaal een andere God die ik niet ken, nog wens te kennen. De toornige, onberekenbare, maar allerminst om de tuin te leiden oude huistiran, tegenover wie zij zich gedragen als kinderen die zich koest houden omdat straks aan het eind van de dag vader thuis komt. Ik heb al vaker gezegd dat ik niemand dat godsbeeld meer gun, maar erop blijf staan desgewenst uiting te geven van het mijne. Wanneer ik er nu van uitga dat het de vervulling van mensen bestemming is God lief te hebben, dan rest mij nog slechts de vraag welke soort liefde jegens God ik mij dan als ideaal zou moeten stellen. Het antwoord moet luiden: de meest onbaatzuchtige en meest onvoorwaardelijke liefde. Is dat de liefde van kinderen jegens hun vader? Die liefde is verre van belangeloos. Ze is gemengd met vrees voor straf en voor verlies van geborgenheid. Is het dan de liefde tussen twee liefdespartners? Zeker kan zulke liefde grote momenten van werkelijke belangeloosheid bevatten. Maar ze is toch ook gemengd met elementen van voorwaardelijkheid. Zoals vergroting van het zelfgevoel, veroveringszucht en driftbevrediging. Is het dan de liefde tussen broers, zusters en vrienden? Ook die liefde blijft ten dele gericht op eigen behoud en eigen belang. Welke liefde blijft dan over? Het is de liefde die ouders koesteren jegens hun kind. Deze liefde vraagt, indien ze echt is, niets en geeft alles. Aldus moeten wij God liefhebben als ons kind. Deze idee heeft, toen ze bij mij opkwam, en voordat ik teksten in handen kreeg waaruit bleek dat ik allerminst een eenzaam genie was, diep geschokt en beangstigd. En het heeft geruime tijd geduurd voordat ik haar op schrift durfde te stellen. En nadat tot u spreek in de laatste regel van het gedicht Gezicht op Kerstmis God aan als zoon die de dood zijt, troost, vergetelheid. Ik kan me er nog niet toe brengen het bezittelijk voornaamwoord te gebruiken, dat ik tenslotte wel durfde bezigen in de laatste regel van het later geschreven danklied voor het lam. Dat eindigt met mijn zoon, mijn lam, ik hou zo vreselijk veel van u. God heeft lief, God leidt en God wordt in mij geboren. Dat God, die volgens een van mijn andere definities is, de alles overwinnende, alles doordringende, alles verzoenende en alles eenmakende liefde die alle verstand te boven gaat, leidt, is voor mij geen moeizaam staande gehouden gedachte, maar een banaliteit. Indien God en de liefde dezelfde zijn, en gedurende 40 minuten per jaar dat het mij gelukt te geloven dat God eens zal zegevieren en alle tranen zal afwissen, kan ik het niet anders zien, dan moet dit betekenen dat God meer lijdt dan alle schepselen die geleefd hebben, leven en zullen leven tezamen. En dat hij door ons getroost moet worden. Deze gedachte wordt vertolkt in nader tot u in de derde regel van het gedicht Aan de Maagd, die ik als God beschouw en die ik toespreek met de woorden u groet en troost ik. God behoeft evenzeer onze liefde en troost als wij de zijne en moet evenzeer door ons verlost worden als wij door hem. Heel vaak wanneer ik in geschriften God in relatie met mezelf weergeef, is God in een wederkerige, intieme, het seksuele contact stellig niet uitsluitende verhouding met mij verbonden, waarin hij niet zelden tegelijkertijd mijn meerdere en mijn ondergeschikte is. Dit wellicht om de intensiteit en de totaliteit van de omgang aan te duiden, zoals weer heel duidelijk het geval is in het gedicht Een Nieuw Paaslied, waarin hij in een en dezelfde regel meester, slaaf en broeder wordt genoemd. En bij de beschrijving van de meedogenloze jongen is het frappant dat wanneer tegen het einde van het hoofdstuk mijn extase het karakter gaat aannemen van een aanbidding,
De meedogenloze jongen, nimmer onderworpen, juist op dit hoogste ogenblik zoals er staat, even weerloos is als iedere jongen die hij onderwierp en bezat. Zelfs hier in een figuur die oorspronkelijk geen andere functie heeft dan die van een homoseksuele pendant van La Belle Dame sans Merci uit de romantische literatuur, de zich weerloos offerende God. Steeds is God voor mij het schuldeloos lijdende en weerloos zich onderwerpende. Zo, als ik God zoek en hem wil liefhebben en dienen, zo ook wil God zich aan mij onderwerpen en zichzelf seksueel door mij laten bezitten. Het liefste, meest schuldeloze schepsel dat ik ken is naast de olifant de ezel. Indien enig schepsel, dan is wel dit wezen het toonbeeld van goedheid, trouw en duldzaamheid. Van het tot een pakket aangegroeide aantal prentbriefkaarten van ezels dat ik het afgelopen jaar van supporters heb ontvangen, mogen ik er u hierbij twee overhandigen. Alleen iemand zonder hart kan mijn idee dat God als ezel incarneert ten kwade uitleggen. En alleen symboolblinden kunnen in gebreken blijven in deze twee afbeeldingen de traditionele voorstellingen te herkennen van respectievelijk het lam Gods en de kruisdraging van Christus. Wanneer God zichzelf in zijn liefde aan mij offert, doet hij dat op een wijze die symbolisch bij uitstek van uiterste volledige en tevens allertederste onderwerping. Hij geeft zich aan mij in seksuele overgave, daarbij de soort intimiteit kiezen die voor mij boven elke andere verheven is en alle verstand te boven gaat. Hij laat zich door mij in zijn geheime opening bezitten. Seksueel verkeer van de Godheid met de mens is in de godsdienstgeschiedenis gewoon. Zelfs het christendom is hier niet vreemd. De heilige maagd immers wordt zwanger gemaakt door God in de persoon van de Heilige Geest, van wie het toch niet alleen heet dat hij waarlijk God is, maar ook dat hij vuur en liefde is. Nergens staat volgens mij, en gezien die kwalificatie vuur en liefde, is het ook onwaarschijnlijk dat dit verkeer niet seksueel zou zijn geweest. Zonder seksualiteit schijnt het nu eenmaal zelfs in Gods heilsplan niet te kunnen. Men krijgt nu eenmaal geen goede eieren zonder een haan. Maar zelfs seksuele toenadering van een als dier geïncarneerde godheid tot een mens is niets nieuws. Ik wil slechts wijzen op Zeus, die als zwaan Leda overweldigt, die als stier Europa schaakt en die als arend de beeldschone jongeling Ganymedes rooft, die hem behalve voor het bijschenken van zijn drinkbeker ook nog voor een heel ander divertissement van dienst moet zijn. De godheid, edelgrootachtbaar college, is van oudsher niet kieskeurig, maar lust van het hele varken. Kortom, een als dier geïncarneerde en een seksueel, homoseksueel of heteroseksueel contact met een menshebbende godheid is niets bijzonders. En mijn ezel is dan ook, mogen we wel zeggen, een degelijke vooroorlogse ezel. In het voorafgaande heb ik zeer in het algemeen en nog niet op details ingaande u slechts een fundamenteel inzicht willen verschaffen in de noodzakelijkheid waarmede uit mijn godsbegrip de diverse godsvoorstellingen die in mijn werk voorkomen moesten ontstaan. En mijn oogmerk daarbij was geen ander dan het voor u aannemelijk te maken dat de beide teksten geen intellectualistische grappenmakerij zijn, maar vertolkingen van zeer duurzame, met de diepste lagen van mijn ziel verbonden inhouden. Dit inzicht dat ik essentieel acht voor enig begrip in deze zaak houdt nog geen enkel waardeoordeel in en raakt, althans formeel, ook nog nauwelijks de vraag naar de strafbaarheid ter uitlating. Althans wil ik onderzoeken in hoeverre ik gehandeld heb in strijd met de wet. Alvorens te kunnen besluiten het hierna volgende aan uw oordeel te onderwerpen, heb ik mij zeer lang bezig moeten houden met deze vraag. Heeft het zin? De verdiensten of gebreken, het voor en het tegen, de redelijkheid of onredelijkheid van een wet te berde te brengen in het betoog
dat gericht is tot een college dat zelf tot het uitspreken van een oordeel hierover niet gerechtigd is, omdat het onder de huidige wetgeving niet het toetsingsrecht zou bezitten. Wanneer ik na rijp beraad tot de slotsom ben gekomen dat het ter sprake brengen van het bestaansrecht van dit wetsartikel wel degelijk zin heeft, dan is dat waarlijk niet omdat ik ten overstaan van pers en publiek een tirade wil afsteken waarop u onmachtig zou zijn in te gaan, die u niet op uw vonnis zou mogen betrekken, kortom, waarvoor u zich eigenlijk doof zou dienen te houden, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat u het bedoelde toetsingsrecht wel degelijk bezit. Is het wel waar dat de Nederlandse rechter geheel verstoken is van het toetsingsrecht? Is het niet veeleer zo dat de rechter een recht dat hem de jure onthouden wordt de facto wel degelijk uitoefent en moet uitoefenen? Want is eigenlijk niet ieder vonnis door de jurisprudentie die het schept van belang voor het gehandhaafd, afgeschaft, gewijzigd of niet meer toegepast worden van enige wet? Hoe zorgvuldig de scheiding in acht genomen wordt tussen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, de rechtspraak is, en niet alleen wat betreft de arresten van de Hoge Raad, de facto en op passieve wijze wetgevende arbeid. Daarbij zijn het mij toegestaan een overigens beperkt deel van mijn verdediging te wijden aan de beschouwing van dit wetsartikel 147 sub a, een uit een periode van diep nationaal vervallend daterend stukje gelegenheidswetgeving dat volstrekt strijdig is met onze traditionele beginselen der vrijheid van meningsuiting in het algemeen en met die van de vrijheid van godsdienst in het bijzonder. Wat is godsdienstvrijheid? In de eerste plaats het recht om een godsdienst op na te houden en die openlijk en ongehinderd te belijden. Ten tweede het recht er geen godsdienst op na te houden. En ten derde het recht om het geloof in het algemeen of enige godsdienstige idee in het bijzonder, welke dan ook, te bestrijden en te bespotten. Het is niet de taak van een moderne, pluralistische, democratische rechtsstaat de aanhangers ener godsdienstige overtuiging een speciale bescherming te verstrekken die hij de aanhangers van bijvoorbeeld een politieke overtuiging onthoudt. Ik zou wel eens willen weten welke toch wel van het standpunt van de onpartijdige wetgever uitgezien de uitnemendheid is van godsdienstige gevoelens boven anderen. Om het kort en krachtig te zeggen, deze wet verleent de godsdienstige burger een volstrekt ongrondwettelijke bevoorrechting. In hoeverre nu kan de wet in de praktijk het bezig van de in haar beschrijving bedoelde spot beperken? Zij kan dit wel, maar zij moet dit doen op een uit haar formulering voortvloeiende, wel zeer inconsequente en eenzijdige wijze. De omschrijving van het strafbare feit valt in drie delen te onderscheiden. De uitlating moet smalend zijn, een godslastering en grievend. Over wat smalend en grievend is, behoeven we ons het hoofd niet te breken. Beide laten zich naar min of meer objectieve maatstaven meten. Hoe echter staat het met dat begrip godslastering? Om dat te kunnen vaststellen, zou men toch eerst moeten weten wat God is. Of hij bestaat. En dat weet, althans naar objectieve, controleerbare maatstaven, niemand. Het absurde van dit wetsartikel is aldus dat het uitgaat van het bestaan van God. Dus van een theologisch axioma. En nu hebben de vele uitleggers die de wet hebben willen verdedigen in de loop der tijden wel ontelbare malen aangevoerd dat de strekking van de wet kennelijk niet zou zijn God tegen lastering, maar wel godsdienstige mensen tegen krenking hun gevoelens te beschermen. Maar als dat waar is, wat heeft dan de aanwezigheid van het woord godslastering in de wet voor zin? Dan zou toch bijvoorbeeld de formulering smalende voorstellingen die krenkend zijn voor godsdienstige gevoelens voldoende zijn geweest. Waarom staat dat woord godslastering erin? Omdat, edelgrootachtbaar college, deze wet niet godsdienstige gevoelens in het algemeen, doch slechts die gevoelens beschermt die betrekking hebben op een min of meer algemeen aanvaard godsbeeld. Ik zeg min of meer algemeen. Want juist door het schijnbaar universeler maken van deze wet door het woord godslastering wordt de toepassing
van deze wet merkwaardigerwijs beperkt tot de bescherming van slechts die symbolen waarvan volgens een zekere communis opinio vaststaat dat zij het begrip God verwoorden. Bij eerste beschouwing blijkt deze wet in zijn bevoorrechting van de godsdienstige burger al een product te zijn van wat ik wel eens het eenrichtingsverkeer der zogenaamde christelijke verdraagzaamheid heb genoemd. Maar bij nadere ontleding blijkt deze wet bovendien binnen het gebied dierbevoorrechting een bepaalde groep christenen ten opzichte van de overige te bevoordelen. Het is merkwaardig dat de wetgever wel alle religieuze symbolen van de eigen kerkelijke denominatie, die deze toevallig met de meeste andere christelijke kerken gemeen heeft, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, beschermd wil zien, maar alle symbolen daarbuiten, christelijke of niet-christelijke, onbeschermd laat. Men zou binnen een vooropgestelde noodzaak tot bescherming van godsdienstige gevoelens tegen krenking nog over de redelijkheid of onredelijkheid van een in zulk een bescherming voorziende wet een discussie kunnen houden, indien deze wet in plaats van alle burgers het bestaan van God dwingend op te leggen, zou spreken van bijvoorbeeld smalende spot jegens religieuze symbolen, voorstellingen of ideeën die grievend geacht moet worden voor godsdienstige gevoelens. Maar daarvan heeft de wetgever willen afzien. En nu is het wel zo dat vrijwel alle christenen het symbool der goddelijke drie-eenheid aanhangen. Maar de twee grote symbolen van wereldomvattende christelijke geloofsgemeenschappen, de Eucharistie, waarvan de letterlijke interpretatie iets wat op de achtergrond is geraakt, maar waarin toch volgens het officiële standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk zich realiter et veriter het lichaam en bloed van God zou die manifesteren, en de persoon van de Heilige Maagd, al eerder door mij genoemd, die in de katholieke leer een centrale en wegens de haar volgens kerkelijk niet bestreden geloofsopvatting toegedachte functie van medeverlosseres zelfs beslissende plaats inneemt, blijven onder deze wet van alle bescherming verstoken. Mij zal dat een zorg zijn. Religieuze symbolen zijn onkwetsbaar voor welke spot ook. Maar ik wil hier op de inconsequentie wijzen volgens welke ik, als ik zou schrijven, God is een grote klootzak, wel. Maar als ik zou schrijven, de Heilige Maagd is een vuile hoer, niet strafbaar ben. Terwijl voorts een heel pantheon van buitenchristelijke symbolen als Boeddha, Krishna en anderen zich evenmin in enige bescherming bij de wet mogen verheugen. Nogmaals, deze wet die om te beginnen discrimineert tussen godsdienstige en niet-godsdienstige mensen bevoorrecht binnen deze discriminatie nog des wetgevers eigen kerkelijke groepering. Deze wet die in een theocratie denkbaar zou zijn, is in de wetgeving van een moderne, beschaafde, pluralistische rechtsstaat een monstrum en een impossibiliteit. Nu zult u, edelgrootachtbare heren, ongetwijfeld bij uzelf zeggen, dat is allemaal erg pittig uiteengezet, maar wat hebben wij eraan? Wij hebben geen andere keuze dan de wet zoals ze is en niet zoals zij zou moeten zijn op uw schrijfsels al dan niet van toepassing te verklaren. Precies. De wet zoals ze is. En de wet zoals ze is houdt in, de wet zoals ze in het wetboek van strafrecht staat afgedrukt, dat wil zeggen, zonder mijn commentaar, maar ook zonder de kreupele verdediging door de wetgever en zijn medeplichtigen, die het begrip godslastering geheel naar eigen willekeur interpreteren. U hebt thans in 1967 de tekst van een wet voor u liggen, en geen enkele tekst buiten die wet behoeft voor u ook maar enig gezag te hebben. Als die wet in haar vormgeving krom is, dan kan geen boekenplank vol met commentaren haar recht maken. Godslastering is een even onzinnig, onzindelijk en inhoudsloos woord als de woorden ketterij, scheurmakerij, ondermijning van het geloof, provocatie of handlangersdiensten aan het internationale monopoliekapitaal.
Wat godslasterlijk is, mogen synodes of concilies uitmaken, maar het is een begrip dat niet des rechters is. Mijns inziens zoudt u, indien u in uw vonnis te kennen gaaft dat er geen bruikbare juridische maatstaven bestaan waarmede men kan vaststellen of een uitlating al dan niet godslasterlijk is, juist door het in acht nemen van die uiterste onpartijdigheid die toch het beginsel is van alle rechterlijke wijsheid, door de jurisprudentie die u zou scheppen, de genadeslag kunnen toebrengen aan een wet die niet alleen dood is, maar ook nog stinkt. Meneer de president, edelgrootachtbare heren, thans wil ik na de elk op zichzelf staande uiteenzettingen over respectievelijk mijn godsbegrip als grondslag van mijn op God betrekking hebbende uitlatingen en de kwaliteit en hanteerbaarheid van de betrokken wet de twee uiteenzettingen met elkaar in verband brengen en zien in hoeverre de wet op mijn teksten van toepassing zou kunnen zijn. De rechtbank zegt op blad 7 van haar vonnis dat de vraag of enige uitlating godslastering in de zin der wet oplevert niet moet worden beoordeeld naar de instelling van hem die de uitlating doet, doch uit het gezichtspunt van de gelovige tot wie de uitlating is gericht. Dit standpunt lijkt me althans in deze eenzijdigheid volstrekt onhoudbaar. Dan zou bijvoorbeeld alleen reeds het verkeerd begrijpen door een aantal lezers een schuldig bevinding kunnen opleveren. De rechtbank stelt bovendien aan genoemd gezichtspunt van de gelovigen geen enkele eis van bijvoorbeeld niveau of redelijkheid. Ik neig allerminst tot een ander uiterste. Natuurlijk legt het oordeel van de lezer een bepaald gewicht in de schaal. Wat overigens niet betekent, zoals de rechtbank in de volgende alinea van haar vonnis suggereert, waar sprake is van het in brede kringen van de Nederlandse samenleving aanvaarde godsbeeld, dat met hun aantal
het gezag van hun oordeel zou toenemen. Wat ook mijn godsbegrip waard mogen zijn, en het feit dat het godsin gelooft sterk afwijkt van het in brede kringen van de Nederlandse samenleving aanvaarde godsbeeld, maakt het nog niet strafbaar. Brede kringen van de Nederlandse samenleving zijn voor wederinvoering van de doodstraf, van lijfstraffen voor moord op geesteszieken, voor censuur, voor boekverbranding en voor het opjagen van homoseksuelen. Het is niet de taak van de overheid de terreur van het gepeupel te legaliseren, maar integendeel de denkende en scheppende burger tegen het gepeupel te beschermen. Het oordeel over enige geschreven tekst hangt af van wat men erin leest, maar vooral van wat men erin wil lezen. Ik zou op deze zitting door een eenvoudige uitleg het mijne tot het begrijpen van de in de dagvaarding geciteerde tekst willen bijdragen. Wie hem begrijpt, kan er niets smalends, niets ongunstigs over God en niets grievends voor godsdienstige gevoelens inzien. Bladzijde 112, dus van nader tot u. Het begin van het fragment is eenvoudig. De held van het verhaal is dronken en strompelt naar huis, terwijl hij vol goede voornemens zichzelf moed inspreekt. Ik moest vechten. Met God en mensen zou ik worstelen. En ik zou overwinnen, zag ik nu. Een heel oud Bijbels beeld, waarin men onmiddellijk denkt aan Jacob, die een gehele nacht strijdt met iemand die in sommige vertalingen een engel, in andere een man en in weer andere een mens wordt genoemd. Er is veel duisters in deze Bijbelplaats, maar een van de geldige betekenissen moet toch zijn dat Jacob hier met God strijdt als met een immanent, onbewust, want een nachtzijde van de ziel vertolkend wezen dat van meester slaaf moet worden om tenslotte als broeder Jacob te zegenen. Nee, oh nee, ik mocht nimmer de hoop opgeven dat ik eenmaal datgene zou schrijven wat geschreven moest worden, maar dat nog niemand ooit op schrift had gesteld. Het boek alweer dat alle boeken overbodig zou maken en na welks voltooiing geen enkele schrijver zich zou behoeven af te tobben, omdat gans het mensdom, ja zelfs de gehele, thans nog in haat en angst gekluisterde natuur verlost zou zijn. Het laatste deel van deze zin is een toespeling op een tekst van de apostel Paulus, waarin deze zegt dat niet alleen het mensdom, maar de gehele natuur in angstige barensnood wacht op verlossing. Ik ben niet altijd even dol op Paulus, maar dit zijn voor mij ware woorden. Indien er een verlossing is, dan moet die gelden voor alles wat adem heeft. Indien Gods heil wel voor mij en mijn medemensen, maar niet voor mijn huisdieren Kinky en Knorretje Panda zou gelden, dan mag God van mij dat heil houden en er veel lol aan beleven. Ik verschil hier wel enigszins van de aanbidders van de God van Nederland, die het als vanzelfsprekend aanvaarden dat een deel van de mens het gered en een ander deel voor eeuwig verdoemd zal zijn. Wat zijn dat toch voor mensen, vraag ik me wel eens af. En vooral, wat zijn toch wel hun zogeheten godsdienstige gevoelens? Ik geef er de voorkeur aan ten eeuwige dagen verdoemd te worden, liever dan enig heil te verkrijgen waarvan ook maar één schepsel, hoe gering ook, zou zijn uitgesloten. De tekst luidt verder. Dan zouden de kinderen der mensen een zonsopgang zien als nimmer gezien was. En een muziek zou klinken, ruisend als van verre, die ik nooit gehoord had, maar toch kende. Deze passage maakt duidelijk dat sprake is van een totaal zich niet in een stoffelijk heden, maar in de oneindigheid van de tijd voltrekkend eschatologisch visioen. De tevoren nimmer geziene zonsopgang duidt op het aanbreken van de eindtijd, van de dag des oordeels, de parousia, die behalve zichtbaar bovendien hoorbaar is geworden in de voor stervelingen onhoorbare sferenmuziek. Thans verschijnt God zelf en hij symboliseert de verlossing van mensdom en natuur door in de gedaante van het heiligste en liefste dier der schepping het vlees aan te nemen en als het ware aan het hoofd van een stoet van ontelbare bevrijde schepsels op te marcheren naar mijn woning in Friesland,
bij mij aan te bellen en mij mee te delen. Gerard, dat boek van je, weet je dat ik bij sommige stukken gehuild heb. God heeft mij niet willen uitsluiten van zijn verlossing, die een feit wordt op het ogenblik dat enkele regels van wat ik geschreven heb genade hebben mogen vinden in zijn ogen. Dit kan niet ongevierd blijven en God en ik verenigen ons seksueel 3x achtereen uiteraard, een goddelijk en heilig getal, waarbij ik hem in zijn geheime opening bezit. En bij zijn vertrek geef ik hem een presentexemplaar van mijn boek met opdracht cadeau. De geslachtelijke vereniging wordt niet genoemd. Wordt genoemd, maar niet beschreven. En de woordkeus blijft ook uiterst discreet en ingetogen. Van een schutting wordt nergens een spoor. Ik hoop dat u, edelgrootachtbaar college, in uw vonnis dat stompzinnige woord zult vermijden dat even betekenisloos is als bijvoorbeeld het woord reactionair. Namelijk het woord tegennatuurlijk, dat in het vonnis van de rechtbank gebezigd wordt. Anaal seksueel verkeer is veel algemener dan men denkt en wordt, naar wat ik zelf heb medegemaakt of mij ter oren is gekomen, door heteroseksuelen zowel als homoseksuelen in ongeveer gelijke frequentie toegepast. Als men, zoals zo vaak, voor zijn goedkeuring of afkeuring van seksueel verkeer het criterium der biologische vruchtbaarheid wenst te laten gelden, dan is zo goed als iedere geslachtsdaad tegennatuurlijk. Als ik de scène samenvat, dan komt ze hierop neer. 3 mythische oergegevens, te weten de verlossing van de schepping, de incarnatie van God als dier en de seksuele vereniging van God met de mens, zijn hier verstrengeld tot 1 sprookjesachtige voorstelling, vol van de irrationele bizariteit die een sprookje eigen is. Ik ben ervan overtuigd dat behalve uit de discrepantie tussen mijn godsbegrip en die mijner wederpartijders, de narigheid mede verklaard kan worden uit het feit dat sommige mensen niet begrijpen dat een religieuze tekst tegen elke interpretatie bestand is, behalve tegen die van de letterlijkheid. Ik ben vaak somber gestemd over de waarde en de zin van mijn werk. Maar van enkele tientallen regels durf ik soms te geloven dat bij het neerschrijven ervan de geest mijn hand heeft geleid, zoals bij de eerste schrijflessen de hand van de schoolmeester die van het kind. Tot die regels behoren bijvoorbeeld het slot van de brief door tranen uitgewist, enkele gedichten zoals Leven onze marine, Danklied voor het lam en Herkenning en ook dit zojuist besproken fragment. Wat deze teksten precies voor mij betekenen, weet ik niet. Maar wel hoeveel, en dat is alles. Deze totale betekenis eist ook een totaal, het geheel omvattend begrip. Ik vind dat degene die de geïncrimineerde teksten letterlijk wil opvatten daartoe het volste recht heeft, maar dat dan zijn oordeel geen grotere geldigheid heeft dan dat van de mensen die, volgens getuigenissen van vertegenwoordigers der aan de mijne voorafgaande generaties, buiten de schouwburg de boef uit het stuk stonden op te wachten om hem een pak slaag te geven. Misschien is inderdaad het woord van Heinrich Heine over Nederland aan de optimistische kant. Nu, na 40 jaar verhitte strijd, is men wel tot de ontdekking gekomen dat de slang misschien niet letterlijk gesproken heeft, maar de onvergelijkelijke professor Lindeboom noemt mij in alle ernst een zoofiel en necrofiel die ezels en lijken zou begeren. Ik vat mijn tekst ernstig op als een intense, hartstochtelijke uiting van mijn godsverlangen, maar geenszins letterlijk. Ik weet trouwens niets aangaande enig heil. Ik weet niet waarom God mij een leven heeft opgelegd dat mij eigenlijk te zwaar valt en waarin ik als mens van min of meer normaal formaat moet leven te midden van mensen op de helft van de ware grootte. Het is een uiterst twijfelachtig voorrecht in een zwanenei te hebben gelegen. Dit is een zinspeling op een sprookje van Andersen. Maar als het Gods wil is dat ik mijn hele leven geteisterd zal worden door angst voor de dood en twijfel aan hem, dan is het goed omdat het zijn wil is. Ik kan niet geloven dat het mij in leven of in sterven ooit gegeven zal zijn God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar misschien zal hij mij niet veroordelen tot eeuwige onwetendheid aangaande hem, doch mij toestaan hem ten eeuwige dagen tegemoet te reizen. Met een godsvoorstelling en een godsverlangen hebben de genoemde teksten alles. Met een concrete, notarieel bezegelde heilsverwachting hebben zij niets te maken.
Thans wil ik het wetsartikel naast de geïncrimineerde passage houden. Het smalende karakter van de uitlatingen blijkt nergens, of sterker nog, evident is dat dit ten enenmale ontbreekt. Het lijkt mij redelijk dat u, edelgrootachtbaar college, in uw vonnis niet de halfhartige aarzelachtigheid van de rechtbank tot de uwe maakt, maar het kennelijk ontbreken van enige smaling tot het eerste argument maakt. Dat tot niets anders dan tot ontslag van rechtsvervolging zou moeten voeren. Wat het tweede element van de wet betreft, de godslastering, moet ik, hoewel ik vurig hoop dat u dit begrip als juridisch onhanteerbaar zult disqualificeren, rekening houden met de mogelijkheid dat u hier mijn standpunt niet of maar ten dele zult blijken te delen. Voor dat geval leg ik u een subsidiaire visie voor. Het begrip godslastering mogen juridisch onzinnig zijn, taalkundig is het natuurlijk wel te definiëren. Godslasterlijk of godslastering is de uitlating of afbeelding die een opzettelijk boosaardige voorstelling bevat van God. U ziet overigens meteen hoe bedenkelijk ook dan van democratisch standpunt uitgezien vervolging is. Men zou zich toch met recht mogen afvragen op welke grond men in een niet-theocratische open maatschappij de burger mag verbieden uitladingen te doen of te publiceren die God ongunstig voorstellen. Maar deze vraag wil ik onmiddellijk weer laten rusten. Gesteld eens dat u mijn definitie zou aanvaarden, zou dan mijn uitlating de daarin omschreven eigenschappen bezitten? Ik geloof het niet. Zelfs niet als men de tekst letterlijk zou opvatten. Is de voorstelling letterlijk geïnterpreteerd boosaardig? Verrichten God of ik of beide in deze voorstelling strafbare of laakbare handelingen? Ik geloof het niet. Wanneer men seksuele intimiteit tussen mens en dier verwerpelijk acht, dan moet men zich hier toch afvragen, is die ezel eigenlijk wel een dier in de gewone zin? Het is een ezel die zulks in tegenstelling tot de ezels die de aanstichters zijn van deze rechtszaak kan lezen. Deze ezel is waarlijk God onder de gedaante van een ezel ongeveer, zoals de Eucharistie waarlijk God is onder de gedaante van brood en wijn. De geslachtsdaad op zichzelf is nog strafbaar, nog laakbaar. En dit geldt tenminste in het algemeen gelijkelijk voor de heteroseksualiteit en de homoseksualiteit. De ezelgestalte is slechts een omhulsel of vermomming. Ik ga niet met een dier naar bed, maar met God onder de gedaante van een dier. En wat is er tegen seksueel verkeer met God aan te voeren? Als God mij in de Eucharistieviering zijn lichaam ter nuttiging aanbiedt, zou hij mij dan zijn lichaam voor seksueel verkeer weigeren? Dat lijkt mij in zijn eenzijdigheid een onhoudbaar standpunt. Is de handeling wegens het homoseksuele karakter ervan strafbaar alweer? Nee, want de intimiteit vindt in de beslotenheid ener woning plaats en niemand behoeft er zijns ondanks getuige van te zijn. Wat de beperkingen betreft die de wet aan homoseksueel geslachtsverkeer oplegt, deze gelden hier al even min, aangezien wij toch kunnen aannemen dat God, evenals ik, meerderjarig is. Resumerend, van een opzettelijk boosaardige voorstelling van God is in mijn tekst nergens sprake. Nu het laatste element van het wetsartikel, de krenking. Om te beginnen zou ik alweer een veelvuldige uite bewering die langzamerhand in een deel van de pers de kracht van een legende begint te krijgen op haar merites willen onderzoeken. Ik bedoel de bewering dat mijn uitlatingen voor de overgrote meerderheid der gelovige christenen en in ieder geval voor de overgrote meerderheid van bijvoorbeeld gereformeerden, zoals professor Lindeboom in zijn boekje betoogt, krenkend voor godsdienstige gevoelens zouden zijn. Ik trek dit in twijfel. Als dit zo was, dan zou ik toch niet hangende de gerechtelijke vervolging met alle daaraan verbonden publiciteit nog wel geëngageerd worden tot het houden van lezingen voor zulke gereformeerde bolwerken als de Vereniging van Vrouwelijke Studenten aan de Vrije Universiteit? Of voor de studenten van waarlijk het hol van de leeuw zelf, de Theologische Hogeschool te Kampen? Als die bewering waar was, dan zou toch niet de laatste rots in deze zee van zonde, het gereformeerde dagblad Trouw, mij bij monden van een gerenommeerd Calvinistisch theoloog in een lang artikel hebben verdedigd? Van Rooms-Katholieke zijde heb ik evenmin ooit een klacht gehoord. Ik wil een passage aanhalen uit een verklaring die ik ruim een jaar geleden in het openbaar heb afgelegd. Gedurende al die jaren
Dat ik in katholieke milieus heb verkeerd, heeft men daar veel waardering getoond voor mijn godsvoorstelling en voor de verwoording daarvan in mijn literaire werk. En heeft men mijn verbinding van homoseksuele lustvoorstellingen met religieuze mystiek als de gewoonste zaak van de wereld beschouwd. Uit nader tot u heb ik in kloosters, katholieke vormingscentra en seminaries voorgelezen. Ook de brief uit het huis genaamd Het Gras, inclusief de omstreden ezelpassage, zonder ooit enige klacht of verwijt hebben vernomen. En in al die 6, 7 jaar heb ik nimmer van enig katholiek, het zij priester of leek, ook maar één onaangename, afkeurende, laatdunkende of oneerbiedige opmerking vernomen over mijn zedelijke opvattingen of over mijn leven met mijn levenspartner. Nog zijn mijn vriend en ik door hen ooit anders bejegend dan met al het respect waarop wij recht hebben. En ik besloot deze verklaring aldus: de Rooms-Katholieke Kerk heeft mij opgenomen als de schrijver die ik ben en als homoseksueel, en zulks niet uit zogeheten tolerantie, mededogen, begrip, christelijke barmhartigheid of soortgelijke onzindelijke overwegingen, maar van ganse harte en op grond van de fatsoenlijkst denkbare motieven, achting en liefde. Edelgoed Achtbaar College, ik heb het niet de minste behoefte aan mij achter de Rooms-Katholieke Kerk te verschuilen, want ik kan best voor mezelf opkomen. De malle insinuatie dat mijn intrede in deze kerk iets met deze rechtszaak te maken zou hebben, zoals die door professor Lindeboom en sommige vriendelijke kunstbroeders geuit, deelt over mij niets mede, maar is wel onthullend aangaande de persoonlijkheid van de beschuldigers. Ik heb mijn mededeling over de Rooms-Katholieke Kerk alleen te berde gebracht om aan te tonen dat bij een grote groep van christenen voor mijn religieuze ideeën en voor mijn kunst een gerespecteerde plaats is ingeruimd. Daaruit is als het ware natuurlijkerwijze mijn intrede in die kerk voortgekomen, die vermoedelijk medeverband zou houden met mijn hunkering naar de ruimte, de stilte, de diepte, de schoonheid en het mysterie die zij mij, weliswaar in koppelverkoop met veel wansmaak, stompzinnigheid en bederf, nog steeds biedt in een wereld zonder ruimte en zonder stilte, waarin alles ondiep en lelijk is geworden en waarin het mysterie wordt ontkend. Een kwestie van voorkeur, en ik kan me voorstellen dat iemand anders erop spuugt. Dat het aantal mensen dat er een totaal ander godsbeeld op nahoudt dan ik groot is, neem ik wel aan. Maar hoeveel van hen zich door mijn uitlating gekrenkt zouden achter, daarover tasten wij in het duister. Ik voor mij geloof niet dat het er velen zijn, maar zoals ik het grote getal als argument afwees waar het wellicht tegen mij kon worden gebruikt, zo ook wil ik het kleine aantal afwijzen als argument te mijner verdediging. Al was het maar één enkel mens, zijn klacht zou dienen te worden gehoord en gewogen. Nu we echter over hun kwantiteit niets weten, zou ik mij willen verdiepen in de kwaliteit van die weinigen die wel iets van zich hebben laten horen. Van de tijd af dat deze zaak in de publiciteit kwam, heb ik ongeveer elke week een op de zaak betrekking hebbende smaadbrief en ongeveer iedere maand een dreigbrief ontvangen. Ze zijn alle in de prullenmand terechtgekomen, maar iets over hun inhoud in het algemeen kan ik u uit het geheugen wel mededelen. Ze bevatten bijna altijd, behalve de tussen bijbelteksten door, in de grofste en vuilste termen geuite beschuldigingen dat ik een godslasteraar en een dienaar van de Satan was, ook stromen van scheldwoorden betreffende mijn persoonlijk leven en mijn zedelijke opvattingen. Meestal waren ze tevens vol anti-katholiek gescheld, en ongeveer de helft van alle brieven bevatte bovendien merkwaardigerwijs uitingen van het grofste antisemitisme. En mogen deze brieven over mijn vermeende godslastering in de keuze van hun haatobjecten allerlei variaties hebben vertoond, ze hadden één eigenschap gemeen: ze waren alle anoniem. Ingenieur Van Dis onderscheidt zich van vele der zojuist genoemde briefschrijvers eigenlijk alleen daarin dat hij niet anoniem blijft. Welk een blinde haat en bezetenheid moet er wel over iemand gekomen zijn om van een ander die men niet eens kent en wiens werk men vermoedelijk niet eens gelezen heeft, te verkondigen dat hij in de hel in gezelschap van de duivel op zijn tong zal moeten kauwen. Hij schijnt van de gang van zaken al daar goed op de hoogte te zijn. Welk een brutaliteit en aanmatiging
om te durven decreteren dat alle homoseksuelen ten eeuwige dagen verdoemd zullen zijn. Of deze man gevoelens bezit die gegriefd kunnen worden, weet ik niet. Maar misschien kan hij nog eens Deo Volente door een veroordeling wegens belediging van een volksgroep in zijn portemonnee gegriefd worden. Ook het onsterfelijke boekje God en Eelze van professor Lindeboom vat een stroom van nodeloos ophitsende scheldachtige woorden aan mijn adres als notoor homoseksueel of kampioen homofiel die de clichématige platheid, verwatenheid, grootheid en domheid van het gehele geschrift kenschetsen. In hoeverre ben ik nu gehouden een eventuele krenking van godsdienstige gevoelens van voornoemde lieden te vermijden? Daarover allereerst in het algemeen dit. Ik ben van mening dat de kunstenaar dezelfde rechten en plichten heeft als ieder ander. En dat hij in het maatschappelijke verkeer dezelfde zorgvuldigheid in acht dient te nemen als de welke iedere andere burger past. Het is een banaliteit dat ware vrijheid gebonden is en dat de grenzenloze vrijheid van de een de onvrijheid van de ander inhoudt. Ik weet van veel mensen, levende en doden van allerlei, dat de grondslag voor leesbare teksten zou kunnen vormen dat het nimmer op papier zal stellen, omdat zulks strijdig zou zijn met eer en fatsoen. Zo dient iedere schrijver zichzelf beperkingen op te leggen, maar twee beperkingen wijs ik af. Ten eerste weiger ik en zal ik altijd blijven weigeren mijn teksten aan te passen aan het begripsvermogen van de slechte verstaanders. Dat is geen kwestie van beginsel, maar van vakmanschap. Ik stel me ten doel voldragen literaire werken te leveren en geen product van het socialistisch realisme. Ten tweede weiger ik, maar dit is geen kwestie van vakmanschap, maar wel degelijk van beginsel, bij het vervaardigen van mijn tekst rekening te houden met de boze verstaanders. Ik kom nu tot mijn slotconclusie. Ten eerste acht ik het niet aanwezig zijn van enige smaling boven alle twijfel bewezen. Ten tweede acht ik het begrip godslastering juridisch onhanteerbaar. Waar een beslissing niet mogelijk is, dient de verdachte als onschuldig beschouwd te worden. Zoudt u mijn zienswijze niet delen, dan moet volgens mij het subsidiaire standpunt gelden dat godslastering een opzettelijk boosaardige godsvoorstelling inhoudt, die hier, ondanks het ietwat onalledaagse van de voorstelling, kennelijk nergens aanwezig is. En ten derde, wat de krenking betreft, kan ik, gezien al het vuil en de niet ter zake doende hetze die door al deze menseneters over mij is uitgestort, niet zo gemakkelijk in de heiligheid en kwetsbaarheid van die gevoelens geloven. Ik moet reeds tot ontslag van rechtsvervolging concluderen ter zake smaling en godslastering, maar wat de krenking betreft, bewezen is die allerminst. Doch het afwezig zijn daarvan is evenmin ooit te bewijzen. Misschien zouden we ten aanzien hiervan het standpunt kunnen innemen: leven en laten leven. Ik bedoel daarmee, laat u deze mensen toch alsjeblieft hun gegriefdheid, want als ze die niet meer bezitten, hebben ze niets meer en zijn ze niets meer. Hiermee kom ik aan het einde van mijn pleidooi. Het is misschien voor het eerst in de Nederlandse rechtspraak dat een verdachte iets requireert, maar het zij mij toegestaan. In deze zaak staat voor mij betrekkelijk weinig op het spel. Wat last, wat drukte, wat opwinding en de kans op een minuscule boete. Gevangenisstraf zal wel chic zijn, maar mij lukt zoiets toch nooit. Welke boete ik vermoedelijk voor de fiscus nog als kosten van verwerving van mijn bruto inkomen zou mogen aftrekken, zie daar mijn risico's. Deze zaak, echter klein en min of meer lachwekkend als zij mogen schijnen, is van principieel belang voor de toekomst van de traditionele burgerlijke vrijheden. Daarom meen ik, als burger van de rechtsstaat die dit land nog steeds is, te mogen eisen dat u een vonnis zult vellen dat, hoe het ook voor mij persoonlijk mogen uitvallen, door de jurisprudentie die het schept, ertoe zal bijdragen dat deze wet, die in strijd is met de beginselen eener moderne rechtsstaat en die koren op de molen is van de vijanden der vrijheid, terechtkomt op de enige plaats waar zij thuis hoort, en dat is in de prullenmand. Mogen de geest, die niet de wil van mensen gehoorzaamt, maar die waait waar hij zelf wil, u bij het vellen van uw vonnis leiden. Ik dank u.
Heel hartelijk dank, Hugo Koolschijn. En och arme wij die na het gezamenlijke talent van Koolschijn en Reven nu het woord moeten voeren. Maar u komt graag ook aan de beurt, want zoals het goed gebruik is hier in de balie, is er daarna ruimte voor opmerkingen of vragen. Ik ga erbij zitten. Ik nodig graag Christine Hemmerichs uit om hier te komen zitten. En natuurlijk ook Christian Weitz. Beide hartelijk welkom. Weitz heb ik al even geïntroduceerd. Christine Hemmerichs, auteur van een enorm rijk oeuvre. Van fictie tot non-fictie tot toneel. Voor haar werk werd haar werk meerdere malen bekroond. Onder andere met de Frans Kellendonk-prijs. Ook een schrijver die in deze traditie goed past. De traditie van vanavond bedoel ik dan. Heel goed dat je er bent, Christine. Hartelijk welkom. Dank je. Het is een ongelooflijke tekst. Hè. Het is een tekst die, waar we, ik zou zo denken, bijna een heel seizoen Bali aan kunnen wijden. Aan de rijkdom en de rijkwijdte daarvan. Maar toen wij jou uitnodigden, toen schreef je in een e-mail terug. Wat een grandioos schitterende tekst van Reven. Je las hem nog een keer over weer. Wat kon die man schrijven? Nou, dat hebben we ook allemaal gehoord. Het is ook prachtig voorgedragen, nogmaals. Hartelijk dank daarvoor. En het is ook zo mooi hoe woordelijke tekst, hoe goed die blijft hangen in je hoofd. Hè? Als je dat vergelijkt met lezen, vind ik altijd. Maar een voorgedragen tekst bedoel ik. Maar Christine, wat vind je er zo grandioos aan? Wat is de reden voor die zin in de mail? Het is bij goede teksten, je moet iets te vertellen hebben en je moet het op een goede manier vertellen. Je hebt de twee nodig, vorm en inhoud. En het is dus qua formulering is het absoluut schitterend. Ook qua opbouw. Maar hij heeft ook heel veel te vertellen. Dus hij gaat ook heel ernstig in op die inhoud. En mij verbaast het eigenlijk dat ter conclusie de Nederlandse wetgever niet heeft gezegd van ja, die man heeft gelijk. En die wet moet inderdaad de papierenmand in. He, want hij gaat er zo ernstig op in. En hij weerlegt elk punt met hele, hele sterke argumenten. Dus ik vind dat zowel qua inhoud als qua vorm vind ik het een grandioze tekst, ja. Christian? Ja, daarop aansluitend. Die wet is natuurlijk in 2014, is die ook inderdaad weggegooid. Maar veel toch een hele tijd nadien nog. Hè? Ja, maar daarna is er ook niemand meer voor veroordeeld. Dus toen was het eigenlijk al een soort fossiel dat nog bleef hangen. Omdat, zoals Reven zelf al zegt, van hij is eigenlijk, zegt hij, die wet is in strijd met de grondwet. En als wij nu zo'n zaak zouden hebben, zou hij zich waarschijnlijk beroepen op EVRM. Was het 7, ik weet niet precies. Vrijheid van meningsuiting, dat je ook meningen mag hebben dat shock, disturb en offend is volgens mij de drieslag. Dus dan was het al gelijk helemaal klaar geweest. Maar hij had dat dus toen al gezien, van er klopt hier iets niet. Dat is dat ingewikkelde verhaal met het toetsingsrecht. Want die rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Maar eigenlijk is dat wel van, ja, die hoort überhaupt niet in dat wetboek te staan. Ik vind zijn sterkste argument eigenlijk dat hij zegt, ja, dit is geen theocratie. Dus, want ja, hoe kan je nou iemand beschuldigen van godslastering als het eigenlijk niet zeker is of God wel bestaat. Ja, dus het is absoluut absurd. Dus ik kan me inbeelden dat in Iran zal dat nog wel bestaan. Hè? Want daar mag je niet zeggen dat God eventueel niet bestaat. Maar in een land als Nederland is het echt wel absurd. Hè? Je kan majesteitsschennis, dat bestaat ook niet meer. Hè? Maar dat heeft ook lange tijd bestaan. Maar daar kan je zeggen, de majesteit bestaat. Willem-Alexander bestaat. Ja? Maar met God is het anders, toch? Jazeker, ja. Nee. Ja. Dus het gaat uit van het onomstotelijke feit dat God zou bestaan. Want anders kan je hem niet. Ja, dat is heel bizar. Ja. En dan ook nog een bepaald soort God. Hè, zoals hij argumenteert, een immanente God in plaats van een immanent. Ik vind trouwens
dat hij prachtige dingen zegt over God. Ik denk eigenlijk, als je vandaag God nog zou willen verkopen, bij wijze van spreken... Nee, maar ik meen dat nu eigenlijk serieus. De dingen die hij zegt... En dat vind ik ook zo grandioos aan hoe hij dingen omkeert. Dat hij zegt, wij moeten God troosten. En in alle eerlijkheid, dat is een gedachte die ook door mijn hoofd ging... als ik zag wat er nou weer gebeurt in wat het Heilige Land placht te heten... dan dacht ik, God moet nou toch wel erg droevig zijn. Ja? En dan dacht ik, hé... Dat is ook wat Reven zegt, hè? Dat we God moeten troosten. En dat is altijd zo interessant. Ik vind dat, ik weet niet wat jij daarover denkt, Christian, maar ik denk altijd een beetje dat het de taak van een schrijver is om de dingen die algemeen worden voor waar beschouwd, die we niet meer in vraag stellen, die we vanzelfsprekend vinden, om daar dan toch weer bij stil te staan en ons de vraag te stellen, ja, maar is dat wel zo? En als we dit woord gebruiken, wat zeggen we dan eigenlijk? Wat schuilt er allemaal achter dat woord? En dat is voor mij het belang van de literatuur en dan vaak ook een beetje de frustratie als je merkt dat wanneer dan die tekst waar je alles eigenlijk wilt gaan in vraag stellen en mensen wilt dwingen om na te denken over allerlei dingen... Dat die dan vaak in een recensie of in een journalistiek stuk wordt dat dan weer gerecupereerd en worden er weer snel wat labels opgeplakt. Ja? Maar goed, dus voor mij is het schitterende en het mooie is hoe hij ons voortdurend dwingt van... Bekijk het eens anders. Ja, ga eens anders nadenken over een ezel. Hij dwingt ons om ezels te zien als... prachtige dieren. Je kan eigenlijk nooit meer op dezelfde manier naar een ezel kijken nadat je... Toch? Je knikt ook, hè? Ja, je wilt ook wel met een ezel. Ik vind, eigenlijk als je er zo naar zit te luisteren, dan wordt het opeens een heel aanlokkelijk dier. Hè? Het lam gods en de... Ja, maar ik had daar nooit bij stilgestaan wat hij zegt. Maar we vinden het heel normaal dat Jezus een lam is. Waarom zou... Ja, maar het is God wel, hè? Maar ja, Jezus is ook God volgens sommige mensen. En waarom mag hij dan... En ik zat te denken terwijl die tekst kwam. Maar ik zag ineens zo... Kennen jullie het Lam Gods van Van Eyck? We zijn daar heel trots op in België. Hangt in Gent, Belfort, Sint-Baafskerk. En ik dacht ineens van... Goh, als daar op het altaar in plaats van dat lammetje... dat daar een ezeltje zou liggen. Doen jullie dat in Nederland ook? Hebben jullie ook plechtige communies? Eerste communies? Eventjes een kleine anekdote die er niks mee te maken heeft, maar wel met Lam Gods. Als je 12 jaar bent en 6 jaar, dan doe je je communie bij de katholieken. En dan kreeg je een lammetje van ijs. Een ijslammetje. En als je het hoofd van dat lammetje afhakte, dat mocht je dan doen als het jij de communicant was, dan kwam er bloed uit. Mm. En dus misschien... Wat zou Reven daarvan gemaakt hebben? Je mocht het lam waarschijnlijk ook nog consumeren. Je mocht het lam consumeren. Er gemeenschap mee hebben dan. Je mocht er orale gemeenschap mee hebben. Ja. Ja. Dus misschien moeten ze daar voortaan een ezeltje zetten. Nou goed. Een ijsegeltje. Nou zei jij iets interessants. Want je zei, als je nou... Je zei van alles interessants, ook mooi. Maar als je nou het christendom zou willen verkopen... of het godsbeeld... Hè, dan... zou je toch eigenlijk heden ten dagen misschien Reven's tekst daarvoor moeten gebruiken? Want die is vol van schoonheid en van tederheid. En heeft het over het meest zwakke. En God is het meest kwetsbare in jezelf. En zulke soort prachtige teksten. Waar ik denk veel van ons best ook van alles bij voor kunnen stellen. Maar zou willen verkopen. Want jij bent van de atheïstische gemeente. Je hebt een fase in mijn leven gemist. Ik ben een van die rare wezens die... Dus ik heb een traditionele katholieke opvoeding gehad met ijslammetjes. Ja. Ik ben vervolgens, zoals heel veel mensen van mijn generatie... heel hard van die kerk weggelopen, om allerlei redenen. Mm-hmm. En sinds een jaar of 3 ben ik, wat men noemt in het Frans, un recommençant, ben ik
teruggekeerd tot onze moeder, de Heilige Kerk, zo heet dat. Dus dat is een heel lang verhaal, kort verhaal, maar dat... Als Reve dat zegt van die immanente God, dan moest ik ook denken aan iets wat ik las bij Dag Hammarskjöld. Dat is zo'n mysticus en die heeft zo een boek geschreven, Merkstenen. En daar is zo één zin in die mij heel erg raakt. En dat is, niet ik, maar God in mij. En dan, als ik Reve hoor, dan denk ik, ja, dat is niet ik, maar God in mij. En nou ja, goed, ik ben hier helemaal niet om te praten over God. Maar Reve praat er zo mooi over. Dat ik denk, als je vandaag slim wil zijn... Hè, want het is voor veel mensen die priester of dominee zijn... zorgwekkend dat die kerken leeglopen. Dan moeten we misschien gaan vertellen aan priesters en dominees en zo. Van, probeer het met Reve. Hoe hij praat over die godservaring, dat is toch prachtig? Het is absoluut schitterend. Ja. Dat is, ik denk, een citaat overigens van Alanus ab Insulis. Niet ik, maar Christus in mij. Maar, van wie is dat? Dat is een oud-middeleeuwse traditie van de eerste, nou, de vroege middeleeuwen. Maar dat doet er niet zoveel toe. Hij komt niet van Dag Hammarskjöld. Hij komt van hij komt uit het jaar 1000. Ah, okay. Maakt niet zoveel uit. Maar het interessante is natuurlijk... dat was natuurlijk ook waar Christiaan aan het begin zei, zullen we eens luisteren, is hij oprecht? Hè? En daarom vraag ik het ook over jouw idee daarover. Of, wat is jouw inschatting? Dus eigenlijk, als ik goed naar je luister, zeg je ja, hij is oprecht. Het is zijn godsbeeld. Het is geen truc waar hij ook zelf even op ingaat, dat sommige van zijn vakbroeders hem ook beschuldigd hebben bij het intreden der katholieke kerk, dat het een trucje is. Ik denk dat er ook wel een stuk theater bij is. En ik denk dat er een stuk... dat hij heel graag aandacht wilde hebben, dat wel. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat het doorleefd is. En dat hij het ook wel echt meent. Maar er is ook een stuk gekte bij hem wel. Die twee dingen kunnen natuurlijk, zeker bij Reve, volgens mij ook tegelijkertijd bestaan. Dat het spel is, grappenmakerij, provocatie. Er zit een hoop humor in deze tekst. En diepe ernst. Dat is natuurlijk, op een gegeven moment heeft hij het over. Hier noemt hij ook weer dat woord. Mensen zijn symboolblind. En ze nemen alles alleen maar letterlijk. En wat is voor Reve het symbool? Dat heeft hij op diverse plekken uitgelegd. Dat is dat je, wat jij net ook al zei, wat je met literatuur eigenlijk wil. Je wil iets nieuws uitdrukken, iets omkeren, op losse schroeven zetten. En hij zegt, ik wil iets uitdrukken. En ik zoek de beste vorm om dat uit te drukken. En dat is dat symbool. En dat zit vol met tegenstrijdigheden. En daar, volgens mij, is dat symbolische is ook een beetje dat spelen van, ik weet het, ik geloof ik nou wel, geloof ik er niet in. Dat is een soort noodzakelijkheid van dat het allebei is. Het is ingewikkeld uitleggen, omdat het natuurlijk een ingewikkelde kwestie is. Maar dus dan denk ik, ja, hij heeft er ook wel lol in. Hij heeft later ook, er is een anekdote dat hij na dit proces komt hij Simon Carmichael tegen in een café. En dan is het van nou ja, de verkoop van je boek is wel omhoog gegaan. En dan zegt Reve tegen hem, vanwege die van Dis en die Lindemans, hoe heet die? Lindeboom. En dan zegt Carmichael, oh, van Dis en Lindeboom, ik dacht dat die bij jou op de loonlijst stonden. Weet je wat, dat soort grappen. Dus hij maakt er zelf ook weer een grap over. Ja, het is ook sarren, hè? Ook soms. Hè? Het is dat Droste-effect van in deze tekst herhaalt hij natuurlijk ook waarvan hij beschuldigd wordt, hè? Voortdurend. Hè? Dus retorisch in die zin heel mooi, een soort Droste-blik en nog een Drost. Want hij doet in die reden weer hetzelfde. Hè? En hij doet er zelfs nogal wat schepjes bovenop. Ja. Maar daardoor bewijst hij ook hoe absurd het is. Want eigenlijk, ik vraag me af, is het geweten hoe die rechters reageerden? Want dus, er moesten vrij veel mensen luisteren naar die speech, die dus ongeveer een uur duurt. Zijn die beginnen lachen op me? Of zijn die ernstig gebleven? Is dat geweten? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat benieuwt mij hoe daarop werd gereageerd.
Zijn er mensen opgestapt? Bij tijden is hij buitengewoon geestig, hè, dat merk ik. Ja, hij is heel grappig. Ja. En dat is natuurlijk, als je mensen kunt aan het lachen brengen, dan heb je een sterke troef. Hè. Maar ik denk dat het belangrijkste woord in heel zijn tekst, denk ik, is het woord letterlijk. En dat merk je dus ook als het gaat om mensen die zich opwinden over voorstellingen van Allah of Mohammed. Dat ook een onvermogen om dingen niet letterlijk te nemen. En dat is denk ik ook vaak een enorm probleem binnen de kerk geweest, met name ook in die katholieke kerk. Als je ziet de figuur van Maria, dat ze dan heel letterlijk willen gaan bewijzen dat zij maagd was. En dan dat daar intelligente mensen kwamen bij elkaar in een concilie om zich de vraag te stellen, ja, maar was ze dan ook nog maagd na de geboorte van Jezus? Ja, en ze hebben ze besloten dat ze ook na de geboorte van Jezus nog altijd maagd was. Dus die letterlijkheid, ja, en dat zie je ook bij sommige fundamentalistische christenen, die dan ook mensen die niet willen de evolutieleer aanvaarden, want in de Bijbel staat, et cetera. Dus en daar krijg je eigenlijk dat er twee strijdige manieren van kijken zijn naar taal en ook naar symbolen. Ja? En eigenlijk een schrijver en een kunstenaar gaat de vrijheid opnemen om met die symbolen te gaan spelen. Want het is een ontzettend rijke symboliek. Ja? Ik denk eigenlijk voor jonge mensen die dat allemaal niet meer meekrijgen, is dat ook een groot verlies. Want er is een hele een mooi, prachtige verhalen en symbolen die verloren gaan, die je niet meer kunt gebruiken. Maar wee je gebeente als je dat allemaal letterlijk opneemt. Ja. En ik denk dat heel veel problemen om en rond religie en respect voor religie te maken heeft met een clash tussen mensen die dat letterlijk nemen en mensen die dat ironisch nemen of die dat symbolisch nemen, et cetera. Reven, dat is ook ontzettend veel, daar zit heel veel ironie, maar heel veel mensen hebben spijtig geen zintuig om ironie aan te voelen. Als je dat niet aanvoelt, als je geen die ayatollahs die arme Salman Rushdie hebben veroordeeld, die hadden ook niet veel gevoel voor ironie of symbool. Humor, ja. En waren nogal symboolblind. Hè? Ja, dat vrees ik. Om het met Revis woord te gebruiken, ja. Rushdie zei hier in deze zaal daarover eens een keer een aantal jaren geleden dat hij dat het voornaamste probleem natuurlijk was dat die ayatollahs geen creativiteit en spontaniteit toestonden bij het gebruik van de teksten. En inderdaad alles letterlijk namen. En dat het grootste probleem was. Ze zouden dus ook eens een keer goed geneukt moeten worden, zei hij erbij. Maar in die zin Reviaans. Maar dat letterlijke, hè, dat is natuurlijk ook wel gedeeltelijk natuurlijk ook het actuele. Christian, je zei terecht, als we nou het woord God voor Allah vervangen, is hij dan weer heel actueel? Ja, zeker. Er is vandaag nog in Rotterdam iemand opgepakt die aanslag had willen plegen in Denemarken. Dat dan waarschijnlijk verband houdt met die Koranverbrandingen daar. Dat is ontzettend actueel. Wanneer werd er nog die leraar die onthoofd werd omdat hij een Mohammed-afbeelding had getoond? Daar heb je het ook weer. We weten niet hoe God eruit ziet, dus mag je hem niet afbeelden. En daarom is deze tekst van Reven ook zo interessant. Hij gaat precies op de grens staan van wat nou eigenlijk mag. Zoals we na Charlie Hebdo zijn er ook dappere kranten geweest die gezegd hebben, wij zetten een Mohammed-cartoon op de voorpagina. En dat is dan op dat moment niet van, moet je dat nou wat doen? Ga je nog verder provoceren. Nee, dat is omdat je gaat markeren waar precies de grens ligt. Van wij in dit land vinden dat je in onze westerse samenleving vinden dat je Mohammed moet kunnen afbeelden en mag bespotten en alles mee mag doen als een ezel neerzetten. En daar moeten we dus voor opkomen. En als je dat niet doet, kijk, want formeel zijn we allemaal vrij om te zeggen, die hele kwestie van Reven lijkt achterhaald. Want we mogen nu toch alles zeggen en iedere religie bespotten. Maar je hebt natuurlijk
Dat is volgens de wet, maar je hebt allerlei informele vormen van beperking. Namelijk dat als er een aanslag op jou gepleegd wordt of je hoofd gaat eraf, dat is dan volgens de wet, je wordt niet ter dood veroordeeld, maar ja, je kijkt toch wel uit. Je gaat wel dood. Ik vind mooi dat je het een informele beperking noemt. Ja, dat is een informele beperking. Maar dat gaat dan tot hoofden afhakken, maar ook hele kleine dingen. Het is ook niet voor niks. Dat heeft nog niet eens met religie te maken. Maar nu hebben we die nieuwe Tweede Kamer. Er waren heel veel Tweede Kamerleden die stonden te popelen om weg te gaan uit de politiek. Die waren maar wat blij dat ze er vanaf waren. Zoals Reven zegt. Reven had hij nog niet eens Twitter en Facebook en dat soort dingen. Die zegt, iedere week krijg ik een stapel doodsbedreigingen binnen. Nou ja, Sigrid Kaag dacht ook van, joh, weet je wat, ik ga met een politiehuisje voor mijn deur. Ik ga wat anders doen. Ik ga wat leuks doen met mijn leven. Waarom zou ik dit nog doen? En dat is ook weer zo'n informele beperking van de vrijheid van meningsuiting. Dus wettelijk staat zij in een recht, maar ja. En dat is natuurlijk kwalijk. Zoals geen componist een bepaalde noot of een bepaald akkoord bij voorbaat zou uitsluiten, en zo min als een schilder een bepaalde kleur uit beginsel van zijn palet zal weren, zo min verwerpt de schrijver, die zijn naam waardig is, bij voorbaat enig woord. Dat gevoel om alles te kunnen en mogen zeggen. Maar informeel is dat natuurlijk al helemaal niet zo. Voor mij is het schrijven is eigenlijk altijd het gebied van de vrijheid geweest. Dus als je in de sociale omgang, dan ga je rekening meer houden met gevoeligheden of met wat mensen over je zullen denken. En dat heb ik eigenlijk niet als ik schrijf. Ja. De laatste tijd merk ik dat ook dat gebied wordt meer aangetast. Er is nu een soort van, wat ik zou noemen, a thought police. George Orwell heeft het over de thought police. Dus dat je mag niet dit denken, je mag niet dat denken, je mag niet zus, je mag niet zo. En ik merk wel dat mij tot op zekere hoogte begint te verlammen als schrijver. Ja. Dus ik weet niet of jij daar ook last van. Omdat je merkt dat als je iets publiceert, dat er zo kritisch wordt naar gekeken, maar eigenlijk niet met literaire normen. Er wordt niet gekeken naar, is dat nou goed geschreven, is dat een krachtige zin, et cetera. Maar wel, stel je die op de goede manier voor, stel je die op de goede manier, heb jij wel het recht om, ik wit zijnde, heb jij wel het recht om een zwart iemand neer te zetten, ik oud zijnde, heb je recht om een jong iemand neer te zetten. Dus dat soort van criteria beginnen, en gevoeligheden heet dat dan. Hè? De gevoeligheden zijn zeer gevoelig. De gevoeligheden zijn gevoelig. Die maken dat ik denk, ja, hoehoe. Ja. En dat is eigenlijk, ja, als ik herinner mij een tijd dat juist was het gebied van de vrijheid. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind dat niet meer zo. Nee, dat gebied, dat hoort ook. We hebben als mensen dat hele gebied van die verbeelding, alsof werelden, verhalen, dat hebben we ook laten ontstaan. Juist omdat we daar op een speelse manier van gedachten kunnen verwisselen. Via zo'n verbeeldingswereld kun je werelden aftasten, dingen verkennen. Milan Kundera die had het erover. Het is een domein waar de moraal tijdelijk is opgeschort. En het zijn experimentele ego's. Mijn personages die gaan een grens over die ik zelf niet over zou willen gaan. Maar wat jij zegt herken ik een klein beetje. Inderdaad dat je af en toe denkt van, nou, met columns van, nou, ik zou hierover willen schrijven. Weet je wat, ik heb er niet zoveel zin in, want ik krijg gezeik mee. En is het nou echt zo belangrijk? En dan heb je dus al heel sluipenderwijs dat er dingen gebeuren. Of nu, ik kreeg net een roman ingeleverd van de redactie. Ik voerde een vrouw op en die is boos op iemand en die staat te gebaren. En dan schrijf ik, haar gebaren hadden een Arabische zweem van agressie. En toen was ze zo van, ja, dat Arabisch, hier ga je misschien gezeur mee krijgen. Ik zei, ja, maar, dus ik zit nog
te twijfelen, moet ik dat dan... Want mij maakt het niet zoveel uit. Ik wil gewoon die vrouw die je haar ziet zo, met die wilde gebaren. Dus misschien moet ik daar mediterraan van maken. Is misschien ook niet goed. Of Nederlands misschien. Ja, maar ik wilde een zweem van agressie in ieder geval. Maar dat zijn dus hele kleine dingetjes. Maar daardoor ga je toch een beetje... Dat zijn die gedachtenpolitie waar jij het over hebt. Dan ga ik voortaan, als ik ook maar één woord Arabisch of nat... denk ik, oh ja, laat ik dat maar niet doen. Want dan krijg je, dat is zo'n gezeur. Maar je krijgt dat spanningsveld tussen een morele oordeel en een literair oordeel. Ja. Ja. En ik merk dat toen ik in de lang, lang geleden begon te schrijven, domineerde het literaire oordeel. En nu merk je meer en meer dat ook het morele oordeel een rol speelt. En ik zie ook wel het punt dat men bepaalde presentaties van bepaalde etnische groepen, et cetera, of van homoseksuelen, zoals Revo schrijft, dan denk je, ja, dat kon eigenlijk niet door de beugel. Hè? Dat is toch ook wel een beetje schokkend. Dus ik zie wel ergens het punt, maar ik zie ook het grote risico dat je alles moet in het Engels gebruiken, is het woord appropriate. It has to be appropriate. Hoe vertaal je dat eigenlijk? Het moet... Betamelijk, denk ik, hè? It has to be appropriate. Ja, betamelijk, zou ik zeggen. Betamelijk, ja. Een woord wat in het Nederlands, vind ik, diep verbonden is met spruitjeslucht. Hè? Betamelijk. De god van je tante, zeg maar. Die, ja, de god van Nesquio. De god van je tante is het woke van nu. Wel, wat ik vind, dat het allemaal heel... Ik vind bepaalde literatuur die ouder is, is vaak absoluut niet woke, maar heeft een enorme kracht. Hè? En bijvoorbeeld dit boekje dat ik mee heb... Je hebt een fragment meegenomen. Dit is zo'n boekje. Ik denk dat ik het nog uit de bibliotheek van mijn vader heb. Het is zo echt een heel oude editie. Maar The End of the Affair van Graham Greene. Zo unwoke als het maar kan zijn. Hè. De visie op vrouwen is erg. Maar dat is zo krachtig geschreven. Ja? En dat zijn zo van die knallende zinnen die nogmaals niet door de woke-beugel kunnen, maar wel door de literaire beugel. En ik zie nu veel literatuur, zeker ook in de Verenigde Staten, waarvan ik denk, god, die is zo blaand. Hoe zeg je dat nou goed in het Nederlands? Ik heb hier mijn Engelse woorden blaand, kleurloos, smaakloos. Die is appropriate. Er is eigenlijk niks gebeurd. En dan denk ik, ja... Flats. Ja, heel goed, je goede vertaler. Dus de sensitivity readers die zullen tevreden zijn, maar er is uiteindelijk ook niets gebeurd. En ik denk bij een sterke literaire tekst mag er wel iets gebeurd zijn. Het mag schuren. Het mag mensen tegen de haren instrijken. Het mag mensen ook zelfs boos maken. Maar ja, als je dan inderdaad riskeert je hoofd te verliezen door een boze lezer, dat is inderdaad een informele beperking, noem je dat. Ja, inderdaad, deze tekst, 56 jaar oud, in een tijd dat homoseksualiteit nog een stuk minder geaccepteerd was, dachten we tot voor kort, dan nu. Ja. Wat hij schrijft over de Heilige Geest en de vurigheid daarvan, en dat zal toch wel dan ook wel letterlijk geconsumeerd zijn. Hè? Hij neemt die vrijheid, ook waar het homoseksualiteit betreft, natuurlijk, seksuele geaardheid, enorm. Hè? Ja. En de kracht van dat beeld is ook verpletterend, zeg maar. In ieder geval, het komt behoorlijk aan. Ja, en ook wat hij zegt, de anale seks, dat niet alleen iets is van homoseksuelen, maar ook van heteroseksuelen. Ik denk, op dat moment is dat echt wel een heel krachtig statement. Ja, en dat van, hij heeft het uit eigen ervaring en van horen zeggen dat anale seks toch vrij veel voorkomt. Ja, ja. hij zegt het als een grap, maar het is meteen ook wel gezegd. En hij heeft ook absoluut gelijk. Maar ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar in België, alle moppen over homo's, alle foute homo-moppen, gaan altijd over die anale seks, et cetera, et cetera. Net alsof hetero's, et cetera, et cetera. Ja. Ja, hij vindt ook het platte beeld van de homoseksueel hier iedere keer uit voortkomt. Hij zegt ook nog iets anders. Hij zegt eigenlijk dat... ik heb hem hier, denk ik. Een stukje gelegenheidswetgeving dat volstrekt strijdig is met onze traditionele beginselen der vrijheid van meningsuiting in het algemeen en met die van vrijheid van godsdienst in het bijzonder. Dat vind ik ook wel een heel mooi stuk waarin hij uitlegt dat door de ene godsdienst boven de andere te plaatsen, je natuurlijk gewoon
de vrijheid van godsdienst beperkt. Want hoezo is een andere levensovertuiging niet net zo valide? En dan heeft hij het over Boeddha en over Hindoe, maar hij heeft het ook over atheïsten en over anderen. Wij hebben exact dezelfde redenatie gebruikt aan het eind van de coronaperiode door een levensbeschouwelijk genootschap de reden op te richten en ook bij de Kamer van Koophandel te deponeren en open te gaan, omdat wij argumenteerde dat het samenkomen om troost te putten uit het praten over democratie, wat wij hier al 40 jaar doen, net zo wezenlijk voor ons is als het samenkomen uit naam van het opperwezen. En de burgemeester erkende om 12:30 s'nachts dat ze inderdaad geen enkele manier had om te controleren of onze levensovertuiging niet dezelfde was als een godsdienstige. En we gingen dus open. Dus ik heb toen in die tijd ook die reden van Reven nog eens nagelezen en zijn redenatie gevolgd. En in feite is het natuurlijk het hebben van een ideologie hetzelfde als een godsdienst. Lijkt ook een beetje. Zeggen dat een godsdienst een ideologie is, natuurlijk. Ja. Ja. Je hebt ook die Pastafari-beweging, moest ik een beetje aan denken. Dat zijn die lui, dat is wereldwijd, die geloven in het vliegende spaghetti-monster. Ja. Die moeten dan de hele dag met zo'n vergiet op hun hoofd lopen. En er worden ook processen opgevoerd. Een oud-klasgenoot van mij heeft een keer bij de Raad van State daarvoor staan pleiten. Maar dat was ja ook een soort, dat is meer een soort juridisch spel om te kijken van kunnen we dit idee aanvallen. Dus maar dat is iets anders. Hè? Want ja. Dat is dus, die mensen geloven niet in het pastamonster, want die weten dat het precies, niet bestaat. Precies, dat is een gimmick. Maar wat wij hier in de Bali doen als redactie, is wij geloven wel degelijk in de rechtsstaat en de democratie. Ja. En wij vinden het ook belangrijk om daarover samen te komen. Dus dat is niet veinzen, dat is een echt geloof in rechtsstaat. Maar als je daarover nadenkt, dan zie je dat er eigenlijk een hele lange geschiedenis van eigenlijk willen controleren wat mensen denken. Op zich is dat toch een heel vreemd besef. Voorkomend. Het is heel veel voorkomend, al allerlei momenten in de geschiedenis, heel veel landen, dat men dat bedreigend kan zijn wat iemand denkt. Er is zo'n Duits lied, die gedanken sind frei. Huh? Maar eigenlijk zijn ze ook niet vrij. Als je zelfs denkt onder het communisme, hoe dat men mensen ging folteren. Hè, want ja, jij beweert wel dat, maar eigenlijk ben jij een bourgeois. Eigenlijk denk je zus en zo. De katholieken hebben dat ook gedaan met de inquisitie. Dus op zich het idee dat je je bedreigd voelt door wat iemand denkt, door waarin iemand gelooft, dat is toch ook wel een teken van ongelooflijke zwakte. Wat kan jij nu als staat, als overheid, als kerk, wat maakt het jou nou uit wat iemand denkt? Hoe kan er nou in godsnaam iemand zich bedreigd voelen door het feit dat ik zeg, nou, in mijn beeld is God een ezeltje. Dat is toch eigenlijk, als je stevig in je religieuze schoenen staat, dan ben je daar toch niet door bedreigd. Ja. Ik moet dat eens aan al die ayatollahs in Iran gaan vertellen, van jongens, kom aan, get a life. Ja, als jij echt ervan overtuigd bent, ik heb het bij het rechte eind, dan hoef je je toch niet bedreigd te voelen door wat iemand anders denkt. Als iemand zegt, maar misschien zijn er mensen die echt wel geloven dat het pastamonster bestaat, is toch prima? Nee, maar het gaat wel om dat er bepaalde dingen heilig kunnen zijn in bepaalde. Ik was een keer voor journalistiek iets, reportage ergens, weet niet meer precies, in een moskee. En een dame die mij rondrijdt en er was een gebedszaal en er liep een stukje tapijt liep over en ik liep achter haar aan en ik stond toevallig op dat stukje tapijt. Die vrouw die kreeg bijna hartverzakking, want ik had God gekrenkt, ik had God weet wat gedaan en het zou allemaal alsof die kerk nu helemaal, of dat die moskee helemaal in elkaar zou zo de mieteren. Zo reageerde zij. Dus en toen dacht ik, ja, deze mensen zijn echt nog magisch aan het denken. Die geloven echt dat God dit stukje tapijt aan het bewaken is en als je daar omkomt, dan gaat er ergens hoog in de lucht een rode lamp branden en dan word je gestraft. Dat is wat die mensen echt ten diepste geloofden daar. En dat, ik denk, die kom maar ik vind dan wel dat je dat moet respecteren, toch? Ja, nee, als ik het geweten had. Maar dan was je niet op dat tapijt. Nooit in een moskee, dus weet ik veel hoe dat zit. Maar trouwens, ik weet wel dat mensen daar hun schoenen uitdoen, maar ik wist niet dat dat ook gold voor dat ene stukje tapijt dat zo'n tapijtlegger per ongeluk verkeerd gelegd heeft. Ik moet nou denken aan Life of Brian, hè, waar er ook allerlei rare geloofs, de heilige schoen. Dan Brian, herinner je die film? Dat hij dan zijn schoen verliest en dan
Gaan ze die schoen vereren. Weet je nog die scène? Dat is lang geleden. Hoor, maar... Monty Python. Monty Python, zalige film. Ook een beetje lachen. Met de behoefte van mensen om in iets te geloven. Dat is het eigenlijk. Eigenlijk mensen moeten kunnen in iets geloven. Als het niet Sinterklaas is, dan is het het pastamonster. Dan is het de ezel. Dan... Ja. Toch mooi. Het is ook niet de taak van de overheid de terreur van het gepeupel te legaliseren. Maar integendeel de denkende en scheppende burger tegen het gepeupel te beschermen. Sjoen, jongen, jongen, wat een zin. Kijk, dat mag je vandaag niet meer schrijven. Hè? Het is arrogant, elitair, dus dat mag niet meer. Hè? Nee. Het gaat dat om het gepeupel. Omdat, ja. De scheppende en de weldenkende. De scheppende burger, de denkende en scheppende burger. De denkende en scheppende, dus het gepeupel. Denkt niet, schept niet, maar het is een beetje heel elitair. Hè? Dat mag niet meer vandaag, nee. Dat gaan we niet doen. Nee, maar aan de andere kant, we hebben net verkiezingen gehad hier in Nederland. Ja. En we hebben ook weer verkiezingen in begin juni voor de Europese Unie, het Europees Parlement. Hoe kijken jullie naar de taak van de overheid? Het is de overheid die de terreur van het gepeupel te legaliseren... Dat is ook onwenselijk hè, op dit moment. Politiek zelfs. Christian, zeg eens iets intelligent. Ja, scheppend en denkend. Nou ja, het gepeupel is inmiddels heilig verklaard. Hè. We hebben nu een PVV en we hebben sinds vandaag een voorzitter van de Kamer. Eén voordeel daarvan is dat we een voorzitter, kamervoorzitter hebben... die af en toe nog eens een gedicht van Reven citeert. Martin Bosma. Ja, nee, ik weet hier verder niet zoveel zinnigs over te zeggen. Even de contextkwijt van deze... Ik vind het woord gepeupel contraproductief. Dus ik ben meer van de strekking van... Ja, oh god, nu klink ik... Nu ga ik iets heel woke zeggen, maar... Maar ook, hoor. Nee, maar ik denk wel dat je moet goed luisteren naar iedereen. En als je... Een aantal overtuigingen meteen afserveert als... nou ja, dat is het gepeupel en het gepeupel is dom. Dat is op zich dom. En een van de goede dingen aan die social media... wat een vuilnisbak het ook kan zijn... is dat je tenminste weet wat mensen raakt, wat mensen bezighoudt. En ik denk... Ik zou een hele slechte politica zijn, hoor. Maar ik denk wel dat je moet... die dingen ernstig nemen. En als je dat niet doet, dan gaan ze nog groeien, denk ik. Is dat nu iets heel doms wat ik zeg? Zie je, ik word al heel voorzichtig van, mag ik dit wel zeggen? Gaat nou niet iedereen boos op mij zijn? Maar ik vind het woord gepeupel vind ik een contraproductief woord. Dat is van mij een woord dat we... Je zegt dat geen enkel woord mag worden afgeserveerd, maar ik denk, nou, gepeupel, nee? Vind jij van jij dat het mag blijven gebeuren? Nou ja, in de literaire tekst kun je het wel gebruiken, inderdaad. Het is een beetje de deplorables, wat Clinton zei. Hè? Dus het is ook wel weer gevaarlijk. Ja, nee, je moet niet een bevolkingsgroep zo wegzetten, inderdaad. Maar ja, nee, tegelijkertijd moet je ook zoals het gepeupel en de elite kunnen tegenover elkaar staan. En je mag best een beetje over en weer schelden en doen. En, ja, maar met welk recht kun je zeggen van... ja, ik ben niet gepeupel en jij bent wel gepeupel. Jullie zijn gepeupel, wij niet. Nee, maar het gepeupel kan ook terugpraten. Dus als het zich beledigd voelt of zegt... maar ik ben helemaal geen... We hadden afgelopen weekend die column van Arjen van Velen in de NRC... van we en ze. Dat was dat niet wij en zij, maar we en ze. Ze zeiden al jarenlang dat hun kinderen... met een lege broodtrommel naar school moesten. We troosten ze met een regenboogvlag. En dat was ook een beetje spelen met dat idee... van wat we gepeupel zien en anders. Dus ik vond het op zich heel prikkelend en aardig gedaan. En terwijl je toch die tegenstelling dan in gang had. Maar dan gaan er. En het gevolg is dat heel veel mensen gaan terugpraten. Van wat nou we ze. Ik val in geen van beide groepen. En dan krijg je die discussie op gang. Dus wat dat betreft vond ik dat een goede column. Maar daar kwam het woord gepeupel niet in voor. Maar het gepeupel kan wel de houding zijn van de we tegenover die ze. Of andersom. In dit geval is het gepeupel natuurlijk ook gedeeltelijk de Kamerleden van de SGP. Hè? En de 3 à 4 miljoen mensen die
Die zijn boeken niet kopen omdat die voor godslasterlijk wordt uitgemaakt uit jouw inleiding. Dus het is niet alleen maar, het zijn niet de deplorables. Nee, dat zal zeker Reven nooit zeggen. Want Reven is natuurlijk de volksschrijver, die schrijft voor huisvrouwen. Er komen altijd huisvrouwen in de boekenwinkel naar me toe van Gerard, wat jij nou toch geschreven hebt. Ik moest er zo van huilen, enzovoort. Dus hij is bij uitstek volksschrijver voor de aardappeleters, enzovoort. Ik ga van we naar ze. Naar gepeupel, naar iedereen, naar ons. Zijn er mensen die iets willen zeggen? We zijn al over het hele uur heen. Of die iets willen opmerken. Was dat een hand? Ja? Ja, ja, ja. Nee, over het laatste, want het gepeupel, dat zegt Reven, toch? Dat was een citaat wat ik net voorlas, ja. Maar eigenlijk klaagt hij de staat aan. En volgens mij is het zo cynisch dat hij het juist omkeert. En dat is het geniale van zijn tekst. Dat moet je niet heel erg letterlijk nemen, denk ik. Het is de staat, absoluut. Hè? Het is het gepeupel. Dit zijn de boven ons gestelden die het gepeupel genoemd worden. Ja. Ja, want hij past wel in een traditie dat hij ook kritiek heeft, net als zijn vakbroeders. Over de koloniën bijvoorbeeld. En over de benauwdheid van de spruitjeslucht, inderdaad. Nee, ik denk dat het waar is. Ik denk dat het gericht was naar boven en niet naar onder. Ja, in deze tekst in ieder geval. Ik kom even naar. Ja, ik kom eerst naar u en dan kom ik naar u. Ja. Nou, ik wou nog even. Jullie hadden de vraag: in hoeverre is hij dan serieus katholiek? Nou, dat weten we niet. Hij van alle twee. Ja, oprecht of niet. Maar ik was op zijn begrafenis, overigens gênant weinig Nederlandse schrijvers en beroemde personen daar aanwezig toen de tijd. Hij was zo impopulair door zijn rechtse praat en door zijn racistische praat dat ze hem daar gewoon lieten. Maar goed, ik was een fan, dus ik ging. Maar wat interessant was volgens mij, hij heeft hele serieuze gesprekken met die priester daar in die kerk gehad, ook over Maria als vierde persoon Gods. Hè. Hij vond dat hoorde erbij. En die man die deed op een goed ogenblik een gebed. En die zei dus de vader en de moeder en de zoon en de Heilige Geest. En dus die man nam dat idee van de vierde persoon Gods Maria op. Gewoon zonder daar nadruk op te leggen. Naast mij zat zo'n mevrouw uit het volk, zo'n katholieke huisvrouw. En ik zei, hoorde je dat? Nee, zegt ze, katholieken horen nooit wat de priester bidt. Dus het was haar niet opgevallen. Maar ik natuurlijk hoorde meteen twee keer, tot twee keer toe nam hij dat idee over. Dus ze hebben wel echt daar ook leuke en gesprekken gehad. Dus dank u wel. Daar, ja. Ja, dank u. Ja, ik hou hem voor u vast, want anders krijg ik hem niet weer niet terug. Hè? Nee, nog een vraag aan Christine. Want vanavond stond natuurlijk de vrijheid van meningsuiting centraal. Ik wil eigenlijk terugkomen op de bewoording van het gepeupel. Aan de ene kant merkt u op dat er een soort trend gaande is van faalpolis. Maar nu stelt u ook weer dat u het contraproductief vindt dat het woord gepeupel wordt gebruikt. Dus is dat in wezen niet enigszins inconsistent? En in hoeverre zouden we dan die verantwoordelijkheid op ons moeten nemen als uitende partij? Als steller van een bepaalde benaming. De verantwoordelijkheid voor het beledigd voelen van de ander, bedoelt u dat? Ja, om gewoon een bepaalde bewoording in het publieke domein te gooien, als het ware, door bijvoorbeeld het woord gepeupel te gebruiken. Maar het zijn twee dingen, hè? Die thought police en het gepeupel. Hè? Ik zie als twee aparte dingen. En ik vind gewoon, maar misschien wordt het woord gepeupel in Vlaanderen anders gebruikt dan in Nederland. Maar zoals ik het woord ken, heeft dat hele negatieve connotaties. Gepeupel zijn domme mensen. Mensen die eigenlijk hun meningen, daar hoef je geen rekening mee te houden. Ja? Omdat ze misschien niet veel gestudeerd hebben of wat dan ook. En een van de dingen die ik geleerd heb in mijn leven is eigenlijk dat je er nooit mag van uitgaan dat iemand
veel zou te zeggen hebben, veel interessante dingen zou te zeggen hebben, of het omgekeerde. Ja. Dus je mag nooit bevooroordeeld naar iemand toe gaan, want als je dat doet, dan zou je kunnen heel veel interessante dingen missen. Of je zou kunnen luisteren naar iemand van wie gezegd wordt, goh, dat is een heel interessant iemand, en die dan blijkt eigenlijk niet zo interessant te zijn. En dus het woord, als je gaat het woord gepeupel op een heleboel mensen plakken, dan ga je er eigenlijk impliceren dat die mensen niets interessants te zeggen hebben. Terwijl in mijn ervaring bijna iedereen wel iets interessants te vertellen heeft. Al is het maar vanuit eigen ervaringen, et cetera. En dus denk ik ook bijna uit een soort van opportunisme als schrijver, dat elke ontmoeting je kan enorm verrijken. Ja, dus vandaar dat ik zeg, ik hou niet van dat woord gepeupel, dat trouwens naar mijn gevoel bijna een soort van 19e eeuwse term is. Het gepeupel dat in opstand komt tegen de aristocratie, bij wijze van spreken. Wat dan de gevoeligheden die thought police betekent, betreft. Ik associeer dat zeker niet met gepeupel. Ja? Ik associeer dat meer met sterk ontwikkelde gevoeligheden die vandaag bestaan en die ik vaak heel zinvol vind en heel terecht vind. Hè, om verder te gaan op het idee van voorstellingen over homoseksualiteit, hè, omdat het gaat over reven. Hoe er toen ik kind was, hoe er werd gepraat over homoseksuelen, dat was schokkend. Ik zou dat ook niet durven te herhalen, bij wijze van spreken. Dus ik denk, ja, het is maar goed dat wordt aangekaart. Ook heel de discussie rond hier. Ik, mijn hotel is in de buurt van, het heet nou het Wereldmuseum, en ik dacht dat ze de term Tropisch Instituut al, of hoe heet het, hadden afgeschaft al. Maar dan, Koloniaal Instituut voor de Tropen. Maar het was toch nog een tramhalte. Dus ik dacht, ze hebben het toch nog niet afgeschaft. Ja, dat is waar. Ja. Maar dat die discussie wordt gevoerd en zo, op zich vind ik dat ook heel verrijkend en heel goed. Maar er is voor mij een andere kant aan dat je als schrijver voorzichtiger wordt. Dat er meer die blik bij wijze van spreken over je schouder meekijkt. Is dat een antwoord? Het is zeker een genuanceerd antwoord. Laatste vraag heeft u, denk ik. Mensen moeten ook nog de tram halen en naar huis. We zouden om 10 uur aflopen en dat is de voorzitter te verwijten dat hij zich daar niet aan gehouden heeft. U heeft de laatste vraag. Ja, het is meer een opmerking. Je kan letterlijk en symbolisch kijken naar gepeupel, maar het staat in een context in deze pleitnota. En er wordt heel duidelijk gezegd wie die bedoelt met gepeupel. De mensen namelijk die de doodstraf willen invoeren, die homoseksuelen dood willen knuppelen. Dat is geen letterlijk citaat. Maar, en dat is, denk ik, toch ook meer de volkswil waar hij op doelt. Dus hij zet een opzweepbare massa zet hij neer. En van de opzweepbare massa, om daar van elk lid ervan altijd naar elke individuele mening te luisteren, dat is prima. Maar niet naar de mening van de opgezweepte volkswil. En volgens mij bedoelt hij dat met gepeupel. Dus dat is. Ik denk dat de conclusie van de avond is dat het woord gepeupel toch voor enige kopbrekens zal zorgen.
Jazeker, ja, ja, zeker. Ik denk dat hij inderdaad. Hij somt ze op. Hè. De meningen die slecht zijn. Het opjagen van homoseksuelen, het invoeren van de doodstraf. Met andere woorden, het gezoendenes volksempfinden, zoals een regeringsleider in het oosten, in het midden van Europa, dat halverwege de vorige eeuw noemde. Inderdaad, of de massamens, de opstand ter horde, Ortega y Gasset. Nou, je kan er van alles over zeggen. Maar die massa, die horde, daar heeft hij het misschien ook wel over. Wat een mooie tekst. We kunnen hier eindeloos over praten. En wat een ongelooflijk genoegen dat Hugo Koltzijn hem heeft voorgelezen en voorgedragen. Dank voor de inleiding en dank voor het spreken met ons, Christine Emmerich en Christian Weitz. En dank voor uw komst. En er is nog hoop, want er zijn nog altijd mensen die dit allemaal heel letterlijk nemen. Heel ouderwets werden hier bij ons vandaag 2 foldertjes afgeleverd. Is het ironie of is het bittere ernst? Ik denk dat dit toch ernst is. Heb ik redding nodig? De foldertjes liggen ook hier. Die zijn hier uitgedeeld. Christine Emmerich zei van ja, dat zou je toch bijna godslastelijk kunnen noemen. Een fotootje met een ambulance waar dan Soul Rescue op staat. Maar het is misschien ook wel bittere ernst. Wat dat betreft, de tijden zijn ook weer gewoon dezelfde. Ook naar 56 jaar. Hartelijk dank. APPLAUS